Goedenavond, als u allemaal wilt gaan zitten, dan gaan we beginnen. We hebben vandaag vier, ten eerste nog de agenda. Zijn er nog zaken die u gewijzigd zou willen zien in de agenda of het aan willen toevoegen? Niet, oké. Okay. Dan het spreekrecht. Er hebben zich vier mensen gemeld voor het spreekrecht. Dus meneer Wibbeling, meneer Wulpsaar, meneer Marissen en meneer Temrinke. Tenminste, ik neem aan dat... meneer Wibbeling, waar bent u? Ja. U heeft 5 minuten. Goedenavond, beste mensen, allemaal inwoners van de gemeente Hardenberg. Dank dat u mij vanavond de mogelijkheid biedt u dit thema aan de orde te mogen stellen. Het gaat hierbij namelijk over een kwestie van leven of dood. Het is een voorrecht om in deze gemeente te wonen met zijn prachtige natuurgebieden, waaronder de Engse Dijkvenen, die zelfs internationale bekendheid genieten. Maar het wonen in natuurgebieden geeft ook extra verantwoordelijkheid, zoals alles waar we in het leven bij betrokken zijn, ons die verplichting geeft. Ook tegenover de dieren in het natuurgebied hebben we onze plichten en verantwoordelijkheden. Regelmatig gebruiken duizenden doeltrekkende, eveneens zeldzame trekvogels, zoals onder andere de kraanvogel, de kleine zwaan, taaikerrietgans, de toendragans, het gebied rond de Engelse Dijkvenen in de trektijd als rustgebied en fourageren op de omliggende akkercomplexen. Vele dieren genieten zelfs speciaal bescherming waarvoor vogelrichtlijnen vaststaan. Zelfs de wilde vleermuis komt hiervoor. Hier witmolensplaatsen zou jaarlijks een grote slachting onder de vogels teweeg brengen. Hoe kunnen we in deze tijd, waar we zo zuinig moeten zijn op de natuur, deze met geweld op zo'n vreselijke manier vernietigen? Hoe kunt u dit doen? Hieraan meewerken? Dit ruist toch in tegen elk gevoel van eerbied voor de natuur en voor de grote schepper van de natuur? Jaren geleden, toen het gemeentebestuur ook van plan was in dit gebied windmolens te plaatsen, zijn we met elkaar overeengekomen dat daar absoluut nooit windmolens geplaatst dienden te worden. Tot mijn grote verbazing komt nu opnieuw vanuit de gemeente het plan opzetten om toch wel windmolens te plaatsen. Hoe is dat mogelijk? Geachte gemeenteraad, het lot van duizenden vogels hangt van u af. Het ligt in uw handen. Ik verzoek u, mede namens velen, het leven van duizenden vogels te sparen en in dit gebied dus geen windmolens te plaatsen. Niet nu en niet later. Dank u wel. Dank u wel, meneer Wibbeling. Zijn er vanuit de raad nog vragen? Ik zie meneer Rodemond. Normaal, meneer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Meneer Wibbeling, ik dank u voor uw inspraak en uw heldere betoog overigens. Uw standpunt is mij volstrekt helder. Toch nog een vraag. Ziet u ook alternatieven dan? Want u bent het hopelijk met mij eens dat we wel toe moeten naar de opwekking van duurzame energie in de, wat mij betreft, nabije toekomst. Als u één gebied afschrijft, dat doen wij ook hier onderling wel, vragen we elkaar ook, heeft u ook alternatieven eventueel? We hebben hier ook een groep, een studiegroep of een gespreksgroep, die daar heel actief mee bezig is. Dat is dus kritisch duurzaam Hardenberg. En die heeft al enkele raadsleden, zo'n begreep heb, uitgenodigd om daar wat meer informatie over te geven. En daar, die hebben ook een heel programma. Want dat is niet mijn competentie. Ik heb alleen het belang van de natuur, zeg maar. Ik kom
Dit is ook namelijk de vogelbescherming en de dierenbescherming. Dus er staat eigenlijk buiten. Ja. Maar er zijn hele goede alternatieven, absoluut. Maar het gaat om het leven van dieren. En dat vind ik belangrijk. En daar denk ik, daar vind ik dat we rekening mee moeten houden. Dat kunnen we als mens niet maken om ook zo'n slachting onder de dieren daarvoor te laten doen. Mevrouw Luiten, u had ook nog een vraag. Dank u wel, voorzitter. Meneer Wibbelink, wij zijn het als PvdA-fractie roerend met u eens dat we heel zorgvuldig met de natuur moeten omgaan. Dat we daar plichten hebben. En natuurlijk, als het aan ons ligt, dan gaat er geen enkele trekvogel dood door een windmolen. Tegelijkertijd, ik hoor u ook zeggen, wij hebben een plicht om te zorgen voor het leven van de dieren. Ik mag aannemen dat u ook vanuit rentmeesterschapperspectief vindt dat het wel heel belangrijk is dat we naar andere energiebronnen gaan. Omdat als we dat niet doen, er miljoenen dieren over de hele wereld sterven als gevolg van klimaatverandering en vervuiling bijvoorbeeld. Dus zou u er wel mee kunnen leven als de windmolen op een plek staat waar daar niet zoveel trekvogels zijn? Voorzitter, ik hoor een mooi woord, rentmeesterschap van de PvdA. Prachtig. Dank u wel, meneer Stelpsen. Aangezien het verder niet zoveel meer wordt gebruikt, dachten wij, dan gaan wij dat maar weer eens van stal aan. Nou, het komt straks nog even terug bij de NAM. Ja, fijn. Meneer Wibbelink, er werd u een vraag gesteld. Sorry, voorzitter, mag ik toch nog een vraagje stellen? Ja. Nou, ik denk dat het handig is dat meneer Wibbelink eerst even antwoordt en dan... Nou, als u zou willen, zou u de vraag misschien schriftelijk willen stellen, dat we daar... Er zijn in de tijd dat u persoonlijk een goed antwoord op mogen geven. Is dat mogelijk? Ja, we willen zeker actief werken merken. Want het gaat om het geheel. Het gaat om het milieu eigenlijk. En daar is zoveel omvattend. Ja. Maar ik vind juist dat we dit aspect niet uit het oog mogen verliezen. Goed, dank u wel. Als u nog even kunt blijven staan, want ik begrijp dat mevrouw Van den Hoek ook nog een vraag heeft. Dank u wel. Nee, geen rentmeesterschap, hoewel u weet dat ik daar een groot voorstander van ben. Ik heb even wat langer gedaan om u een vraag te stellen, meneer Wibbelink. Hartelijk dank dat u hier staat en terecht dat u uw zorg uit. Alleen, ik was bezig met uw opmerking, de gemeente heeft plannen. En ik dacht, oh, welke plannen zijn dat? Dan kunt u mij wat verlichten daarin. Ik heb het niet goed verstaan. Mevrouw Van den Hoek vraagt welke plannen dat zijn. U spreekt van windenergieplannen. En zij vraagt van welke plannen dat zijn. Ik denk toch met mijn zonnepanelen. Dat daar heel veel mogelijkheden voor zijn om een heel groot gedeelte daarvoor op te vangen wel. En op zoek gaan naar andere gebieden. En ik heb ook begrepen, de gemeente Hellendoorn heeft zelfs van plan om te participeren in windmolens op zee, zeg maar. Om daar toch op die manier toch ook weer bepaalde trekken bij te nemen. Voorzitter, als ik u goed begrijp, dan heeft u het over dat er zijn niet reële plannen om windmolens te plaatsen, maar dat u ook aangeeft dat zonnepanelenvelden ook onwenselijk zouden zijn wat u betreft. Dat is waar u voor pleit dan. Dus er zijn geen reële plannen vanuit de gemeente waar u aan refereert. Ja, dat zijn de reële plannen die ook uitgevoerd kunnen worden, denk ik. Oké, dank u wel. Ja. Oké, dank u wel, meneer Wibbelink. Dan wil ik vragen of meneer Wilpshaar van Realistisch Duurzaam Bergduin naar voren wil komen. U heeft geen spreekrecht aan een vraag. Oké. Nou, dan is dat verkeerd begrepen. Neemt u mij niet kwalijk. Dan zou ik willen vragen, de heer Marissen. En die wil inspreken over de NAM. Goedenavond, u heeft ook 5 minuten. Ik wou me even voorstellen, mijn naam is Roel Marissen. Ik woon ongeveer 45 jaar in de gemeente Hardenberg. Ik
ik had eigenlijk gehoopt dat een van de vorige sprekers wat gras voor mijn voeten zou wegmaaien. Want ik heb liever dat het gras voor mijn voeten wordt weggemaaid dan dat het gas onder mijn voeten wordt weggehaald. Ik heb mijn inspraak verdeeld in een paar hoofdstukjes. Het eerste hoofdstuk is ondergronds, ongeveer op 3 kilometer diepte, en het bovengrondse gebeuren. Zelf ben ik geboren en getogen Limburger en ik heb van nabij ondergronds meegemaakt wat mijn schade kan aanrichten in Zuid-Limburg. Nu nog, 50 jaar na het sluiten van de mijnen, is er mijnschade in Limburg. In Heerlen verdwijnt 7 jaar geleden een bijna nieuw winkelcentrum in een sinkhole, ten gevolge van mijnschade. Nou is mijnschade iets totaal anders dan gasschade, maar goed, het gebeurt wel ondergronds. Gaswinningsschade hebben we in Groningen, om dicht bij huis te blijven, Emmen. Wellicht krijgen we dit in de Waddenzee, die zal zelfs wel eens helemaal kunnen verdwijnen door bodemdalingen. En zeer wel mogelijk in Hardenberg, zelfs als de NAM stopt in 2020. Bovengronds zijn de partijen de NAM, de Provinciale Staten, Politiek Den Haag, VVD, CDA, ChristenUnie, D66 en er zijn er nog een paar meer. Maar goed, dit zijn de regeringspartijen. Minister Wiebes, de gemeenteraad, zoals die hier zit, redelijk dezelfde vertegenwoordiging als in Den Haag, en ik wil niemand tekort doen. En de burgers, maar die wel op afstand en vanaf de zijlijn. Het tweede hoofdstuk is de status. In oktober bericht van Provinciale Staten naar de gemeente en de PvdA-wethouder De Vent. Ik ken hem niet. Dat er een winningsplanaanpassing aankwam van de NAM. Pas op 4 januari, dat is dus echt een paar maanden later, door een Stentor-artikel, commotie in de Hardenbergse politiek en bij Hardenbergers. Mens schrikt wakker. Een woordvoerder van de gemeente zegt, bij de gemeente is nog niemand op de hoogte. Wij weten hier niets van en dus hebben wij er ook geen mening over. De NAM-vergunning die loopt in 2020 af. En de NAM wil 50% meer putten gaan slaan. Ze wil gaan wrakken met behulp van chemicaliëninjectie. En als er dan op 3 kilometer diepte wat fout gaat, dan kun je er niet bij. En door blijven winnen tot 2033, maar liefst. De NAM zelf waarschuwt voor bodemdalingen, aardbevingen en schade aan gebouwen in Hardenberg en omgeving. Uit staatstoezicht van de mijnen, rapport, komt volgens de heer Rijn Jonkhans van de PvdA. Ik weet niet of die aanwezig is. Ja, voorzitter. Aangenaam. Ja, ik kom hier niet dagelijks dus. Volgens de heer Rijn Jonkhans kunnen er bevingen optreden tot 3,8 op de schaal van Richter. En de zwaarste beving in Loppersum was 3,4. En dat was de zwaarste beving die ooit in Nederland geconstateerd is. De schaal van Richter is een logaritmische schaal. 3,8 is 1,3 keer sterker dan 3,4 op de schaal van Richter. Het zal je maar gebeuren. Staatstoezicht op de mijnen zegt verder, de kans op trillingen, dat is een eufemisme voor aardbevingen, in Hardenberg is reëel. De Hardenbergse politiek loopt netjes in het gareel van het stappenplan en de procedures van Provinciale Staten. Maar informeert en mobiliseert mijns inziens de bevolking onvoldoende. De ChristenUnie werpt zelfs in een artikel in de toren reeds de handdoek in de ring. En maakt er zich alleen nog zorgen over of de schade wordt vergoed. Ik weet niet of de toren dat goed verwoord heeft, maar als dat zo is, mijn stem krijgt u niet meer. De Stentor publiceert op 17 februari, jongsleden, een internetpoll onder 40 lezers. Waarbij ik me afvraag of het alle inwoners van de gemeente Hardenberg zijn, want de Stentor heeft een groot verspreidingsgebied. Een conclusie is grofweg 50-50 is voor respectievelijk tegen gaswinning. Ik noem dit fake news.
maar liefst 40 personen op een bevolking van 60.000. Dat is statistisch gezien minder dan 0,01%. Super representatief. Maar niet heus. Het staat wel in de krant. Gisterenavond. Het CDA in onze provinciale staten wil de gaswinning beperkt verlengen. Is de gemeenteraad hier rechts ingehaald? Wordt het stappenplan met voeten getreden? Is er wellicht achterkamertjesoverleg geweest tussen de fractievoorzitters, waardoor deze raadsvergadering een farce is en deze raad en de Hardenbergse bevolking met voldongen feiten geconfronteerd wordt? Voorzitter, ik heb toch wel enige moeite met een farce. Dit is niet hoe wij hier politiek met elkaar bedrijven. We nemen er kennis van. Gaat u verder. Ik ook. Dit CDA-voorstel in Provinciale Staten is net of je in een auto rijdt waarvan het oliedruklampje gaat branden. Je trekt de pijlstok, geen druppel olie meer. Je doet de motorkap dicht en rijdt gewoon door. Want misschien gaat het toch een week goed. En na die week rij je nog een week door. Tot, mensen, gaswinning, het is techniek en geologie. En geen struisvogelpolitiek. Waarbij je telkens 2 jaar de vergunning verlengt en dus eigenlijk wacht tot er wat gebeurt. Het gaswindprincipe. Ik heb daar even over nagedacht. U kunt dat zien als een beschuitje. In dat beschuitje zit het gas en dat zit hier 3 kilometer onder de grond. Als we gaan wrakken, gebeurt dit. En het gaat verder dan dit gebeurt. En wat ze gaan doen, dat is ze gaan de 4 gasvelden die onder Hardenberg liggen, die gaat men aanboren en wrakken. En dat gebeurt zo, door aardlagen heen. Vervolgens jaagt men er chemicaliën in, met water. Kunt u zich voorstellen wat er met beschuit gebeurt als je het in water oplost? In onze ondergrond gebeuren ook dergelijke zaken straks, als we gaan wrakken. Kunt u zo zachtjes aan naar een afronding toe? Ja. Er zijn reeds bevingen geweest in Emmen en Bergenheim. Wat als er een verzakking of een aardbeving komt met een breuk, bijvoorbeeld in de dijk van het Overijsselskanaal? Waalderveld richting het ziekenhuis is een badkuip die 1 à 2 meter lager ligt dan het waterpeil in het Overijsselskanaal. Bij de eerste beving in Hardenberg wordt het woning- en bedrijvenbestand en elke individuele woning in letterlijk 1 klap meer dan 30% minder waard of zelfs onverkoopbaar. De OZW-waarde daalt met 30% en wellicht zelfs tot 0. Een melkkoe sterft. NAM. Ik heb met de NAM-vertegenwoordigers persoonlijk en uitgebreid gesproken in de NAM-bus. Ze zingen het welbekende en grotendeels achterhaalse Groningse lied. Ik zou willen vragen wie van u heeft de NAM-bus bezocht, maar vanwege de tijd zal ik dat niet doen. Bij doorvragen kwam de uitspraak, maar wij moeten als NAM toch winst maken. En dat is dan in Groningen de kraan dicht en in Hardenberg de kraan open. Hardenberg, in tegenstelling tot Groningen, ligt de bewijslast momenteel nog steeds bij de burger en de onderneming. De technische commissie van minister Wiebes moet namelijk nog beslissen of er wel 1 uniforme regeling voor heel Nederland komt. Ik zal hier en daar wat overslaan vanwege de tijd. Wat kan er gebeuren en wat zouden we kunnen doen? Er zijn geen valide redenen om na 2020 nog gas te winnen in Hardenberg. Sinds minister Wiebes er is, blijken er namelijk ineens wel alternatieven. 200 bedrijven van het gas in Nederland. Stikstof bijmengen. Er is nog 30% capaciteit over in onze stikstofbijmengfabriek. Gascontracten buitenland versneld afbouwen. Alternatieve energie versnellen. Gasvrije nieuwbouw. En het plan EECMA uitvoeren. Dat is hier bij de gemeente bekend. Meneer, kunt u misschien tot een afronding komen? Ja, ik heb nog even 3 puntjes. 3 puntjes. Er zijn wel vele valide redenen om per 2020 met gaswinning in Hardenberg te stoppen. Politiek Hardenberg zou slechts 1 maal
en helaas bij wijze van uitzondering unaniem, in het algemeen belang de vergunningverlenging totaal moeten afwijzen. En erop staan dat in 2020 de gaswinning volledig stopt. Wat voor baat heeft Harderwerk bij gaswinning? 0, niks. Nada. Niet 1 euro. Of is er een politiek belang? Na de eerste beving of verzakking, ellende in Harderwerk en voor veel van haar burgers. Vestigingsklimaat zal kapot zijn. Uitstroom van bewoners. Toename bijstandtrekkers. Sterk verminderde OZB-inkomsten. Harderwerk wordt onaantrekkelijk. Een krimpgemeente met verlies van de streekfunctie. Colijn zei in 1940, Nederland gaat rustig slapen. Er is voor Hans geen reden om ongerust te zijn. Ik zeg in 2018, Harderwerk wordt wakker, want de NAM naait u. Excusez le mot. Dank u voor uw aandacht. Oké, dank u voor uw inspraak. En wie van de raadsleden wil hierop reageren? Geen vragen? Dan was het een duidelijk stel vragen. Oké. Ik was even benieuwd of meneer zelf thuis een gasaansluiting heeft. Gedwongen. Maar ik heb ook 19 PV-panelen liggen en ben zelfvoorzienend ten aanzien van warm water. Maar goed, u heeft gas, u maakt er gebruik van. Dat weet ik voldoende. Toen ik bouwde was er geen alternatief. Nu wel. Oké. Dank u voor de bijdrage. Graag gedaan. Ik wens u wijsheid. Ja, dank u. En bedankt. Meneer de voorzitter, mag ik nog één klein dingetje zeggen? Het was nogal een belerende toespraak, ook richting de ChristenUnie en andere partijen. En ik wil u graag zeggen dat de toespraak van de heer Colijn 11 maart 1936 was. Dat klopt. Maar hij wordt algemeen bestempeld als zijnde vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Maar u heeft daar gelijk in. Goed, na deze geschiedenisles gaan we verder met de agenda. Ik stel voor dat we gelijk dit agendapunt advies gaswinningplan Harderwerk nu behandelen en dan met de volgende inspreker daarna verder gaan. Als dat uw goedkeuring weg kan dragen, dan willen we dan nu agendapunt 4 in behandeling geven. Wie wil daar wat over zeggen? Mevrouw Luiten, Rodemond. Ja, voorzitter, in principe akkoord hoor, maar is het ook met de insprekers zo afgestemd? Of, Nee, niet expliciet, maar is dat bezwaar tegen van uw zijde? Nou, niet van mijn zijde, maar nee. Het zou misschien wel van enige garantie getuigen om de volgende inspreker daarvan van tevoren op de hoogte te brengen. Ja. Even kijken. Nou, meneer Brink. Ten Brinke, nou, heeft u er bezwaar tegen dat we eerst dit agendapunt behandelen en dat u daarna komt? Of, Ja, nou nee, het zal niet de hele avond in beslag nemen. Maar goed, maar... Ja, oké. Dank u. Mevrouw Van de Hoek, even kijken, wie wil er nog meer wat zeggen over de gaswinningsplan? Stelpstra en Brokeman. Meneer Brokeman. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, sorry, ik stak net mijn vinger op. Ik vind dat als een burger de moeite doet om hier te komen om ons te woord te staan, dat wij ook gewoon zo galant moeten zijn om dat te doen op de afgesproken tijd. En dat is volgens mij nu. Ik vind het niet netjes van ons als wij nu onze agenda voor laten gaan. Ik wil graag van mijn andere collega's horen wat zij daarvan vinden. Ja, maar het is wel een afspraak dat de insprekers voorafgaand aan het punt wat we behandelen een inspraak doen. Want dan is het ook wat actueler. Dus ja, dat is wel goed gebruik.
zal ik ervan zeggen, normaal gesproken is het een goed gebruik om dat bij het vaststelling van de agenda te regelen, hoor. Aan de andere kant, als het in goed overleg kan, heb ik daar geen moeite mee. Wat nog een tussenoplossing zou kunnen zijn, is om de heer Ten Brinke nu aan het woord te laten en dan te beginnen met punt 6 van de agenda. Maar goed, die geef ik maar even in het midden. Nee, we houden vast, we hebben meneer Ten Brinke gevraagd en met zijn goedvinden gaan we nu verder. Ja. Meneer Broekeman, nu het woord. Dank u wel. Het CDA is met enige verbazing kennis genomen van het nieuwe winningsplan van de NAM. Zowel over de wijze waarop die berichten ons bereikt hebben, als over de inhoud daarvan. Als CDA willen we ons inzetten voor de energietransitie. Een transitie die zich richt op duurzaamheid en aardgas past in die visie niet thuis. Om die reden waren we ook verbaasd over de termijn van het winningsplan, namelijk tot 2033. Veel is er al over deze activiteiten van de NAM gezegd. Hier als discussie in de Raad, of vastgelegd in moties, of tijdens de informatiebijeenkomst met het ministerie, staatstoezicht, provincie en de NAM, tot aan de vele uitlatingen tot in de landelijke media aan toe. Wel is het goed om een aantal zaken daarbij te benoemen. De Hardenbergse situatie is een andere dan die in Groningen. De omvang is niet te vergelijken, 90% is reeds gewonnen en gelukkig hebben zich geen bevingen voorgedaan. Dat wil niet zeggen dat er geen risico's zijn of dat er geen zorgen zijn of leven onder onze inwoners. En daar willen wij ons dan ook hard voor maken. In de gemeente Hardenberg zijn wij met elkaar in staat om een gezamenlijk en helder signaal af te geven wanneer dat nodig is. Dit is zo'n moment. En ik hoop dan ook dat we tot een goed en gedragen advies met elkaar kunnen komen richting het ministerie. Het feit dat wij überhaupt een advies uit mogen brengen is nieuw. En wat ons betreft zal dat ook voor het ministerie en de NAM even wennen zijn. Het college zal het advies indienen, maar u heeft nadrukkelijk uitvoering gegeven aan de raadsbrede motie om de gemeenteraad actief te betrekken bij uw advies. Vanavond is daar ook weer een mooi voorbeeld van. Wij bespreken hier de adviespunten en kunnen het collegevoorstel aanvullen. Een vraag daarbij is, hoe zag dit proces eruit bij de provincie tussen gedeputeerde staten en provinciale staten? Tijdens de besloten bijeenkomst met de gemeente, het ministerie, het staatstoezicht op de mijnen, de provincie en de NAM, hebben wij als CDA nadrukkelijk een verschil gezien tussen het staatstoezicht op de mijnen en de NAM. In zoverre dat de ene een reële risicoanalyse geeft en de NAM in onze ogen toch was aan downsizen van dat verhaal is. En heeft de portefeuillehouder dit ook zo ervaren? En zo ja, hoe kwalificeert hij dat? Dan naar het advies. De gemeente stelt haar advies in gezamenlijkheid op met de provincie Overijssel en het waterschap Verstromen. Zijn zij akkoord met de vier genoemde aandachtspunten, oftewel zijn die op voorhand met die gremia gedeeld? En een tweede vraag daarbij is, welke rol neemt het waterschap? Kijken zij enkel technisch naar de problematiek of kijken zij ook in het kader van de energietransitie zoals wij ook hier proberen te doen? U begint daarbij met de nulmeting. En ik zou graag van de portefeuillehouder horen hoe u dat wat misschien concreter voor u zit, hoe u die nulmeting vorm wilt geven. Dan gaat hij over naar punt 2, de trilmeting en meetapparatuur. Dat lijkt ons een goed plan om dat vast te leggen. En buitengewoon belangrijk is ook daarbij om tot een goed schadeprotocol te komen voor het geval dat er toch iets zal gebeuren. Daar heeft u ook nadrukkelijk de aandacht voor. Uw vierde en laatste punt in uw advies gaat over de termijn. En daar staat dat het ministerie wordt gevraagd om een nadere toelichting. Een nadere toelichting te geven over de termijn tot 2033. En ik vraag mij af, het CDA vraagt zich af, of dat niet wat aan de magere kant is. Aangezien volgens mij velen willen inzetten op het verkorten van de termijn. Een kortere termijn die past bij onze ambities over de energietransitie. Een kortere termijn of een termijn met meerdere evaluatiemomenten geeft ook de mogelijkheid om eerder in te grijpen mocht dat nodig zijn. Waarom zullen we een vergunning afgeven die vanaf nu pas over 15 jaar afloopt? Terwijl het vrijgeven van kortere termijnen, de overheid een veel steviger instrument in handen heeft. Daar hoor ik graag
een toelichting op. Tot slot geeft u aan dat de energietransitie en de duurzaamheidsdoelstellingen wellicht beter verwoord kunnen worden in een separate brief aan de minister. De VNG stelt immers dat deze niet direct raken aan het winningsplan aan zich. Wij vinden een separate brief waarin dit aspect nader wordt toegelicht prima, maar willen de minister daarin ook oproepen om te kijken naar maatschappelijke compensatie. Maar de lopende energietransitie is ook wel degelijk een argument tegen de lange termijn van de vergunning en die zien wij dan ook graag terug in het advies. En daar wou ik het in de eerste termijn bij laten. Dank u wel, meneer Broekman. Meneer Stelpstra. Dank u wel, voorzitter. Wij hebben de taak om zorgvuldig om te gaan met de schepping als rentmeesters. Vervuiling van lucht en de natuur, verspilling van materialen en uitputting van hulpbronnen zijn een grote bedreiging voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Het produceren van aardgas zorgt voor bevingen en in sommige delen van Nederland voor een ernstige aantasting van veiligheid en leefbaarheid. De ChristenUnie wil een snelle afbouw van de gaswinning. Maar wij gebruiken in onze gemeente en omgeving nu nog gas. Wij vinden het dan ook niet verantwoord als wij gas in onze eigen ondergrond hebben en deze niet benutten. Het is geen verantwoorde keus dit van elders te halen. Wij zijn dus voor een positief advies met de volgende voorwaarden dan wel aspecten. Een snelle en adequate afhandeling bij schade en onafhankelijke schade-expertise. Kijkend naar de energietransitie en de uitdagingen vinden wij de vergunningstermijn te lang. Deze zou verkort moeten worden en er zou de evaluatiemoment in moeten komen. Wij zelf denken aan een termijn van 5 jaar en het vragen van een toelichting op de termijn vinden wij onvoldoende. Daarnaast vinden wij ook dat het volume vastgesteld moet worden en jaarlijks gemonitord. Daarnaast wordt er gesproken over een bijdrage van de NAM aan de landelijke en lokale energietransitie. Deze stelt u voor via een aparte brief onder de aandacht van de minister te brengen. Wij zien dit graag terug in het advies. In de vergunningsaanvraag worden een 3-tal scenario's geschetst. De inspreker refereerde naar het zwaarste scenario. Wat ons betreft gaan wij voor het laagste scenario qua gaswinning. Daarbij hechten wij veel waarde aan de gezamenlijke lijn tussen gemeente, provincie en waterschap. En wij zijn erg benieuwd hoe ver dit is. Kortom, onder voorwaarden kunnen wij een positief advies geven. Maar laat dit aanleiding zijn om nog sneller van het gas af te gaan en in te zetten op duurzame energiebronnen. Hier hebben wij als overheid een verantwoordelijkheid in, maar ook individuele burgers. En wij hopen op 21 maart mandaat te krijgen van onze burgers om hier ons voor in te zetten. Dank u wel. Dank u wel, meneer Stelpstra. Mevrouw Van den Hoek. Dank u wel, voorzitter. Ik had het idee dat iedereen misschien beter achter de spiegelstoel te kon gaan staan. Maar wel met u eens. We moeten zorgen dat dit advies goed wordt gedaan, nu de kans er is dat we dit mogen doen. Gelezen het stuk, maar ook plan van aanpak voor het winningsplan van de NAM, zoals die is ingediend, heb ik toch wel een paar kleine vragen richting het college, maar wellicht ook aan mijn collega's aan deze kant. Want ik hoef u natuurlijk niet te vertellen hoe GroenLinks in dit onderwerp staat. We zijn hier kritisch op, we zitten er bovenop en dat heeft u de afgelopen paar jaar goed kunnen volgen. En dat is ook hard nodig gebleken dat wij dit doen. In de berichtgevingen eerder, waar de CDA aan refereerde in het Stento-artikel en waarin de coalitiepartijen met steun van ons allen, denk ik, hebben gehad over de schadevergoeding en mogelijkheid hoe die dan wordt geregeld, is ook gebleken in de berichtgevingen, ook landelijk, dat minister Wiebes aan mevrouw Van Tongeren van GroenLinks in de Tweede Kamer heeft aangegeven dat hij zal zorgen voor een nulmeting en dat er geen sprake is van omgekeerde bewijslast. En dat de NAM gewoon moet gaan vergoeden. Dat gewoon hebben wij hem niet verteld. Hij heeft onze Hardenbergse energie duidelijk gevoeld in Den Haag.
Dat gezegd hebbende, betekent wel dat we als vanuit het college op moeten blijven toezien dat dit stuk ook meegenomen wordt in de advies die wij samen met provincie en waterschap gaan doen. Wat mij dan rest, zijn een paar technische vragen. Er wordt genoemd in een plan van aanpak over een significante daling van de bodem, als dat meer zou zijn dan wordt gesteld van de 4 centimeter maximaal in de hele periode. Wat er dan bedoeld wordt met significant, of dat een vraag zou kunnen zijn die wij meenemen al voor ons positief te staan in het hele winningsplan. Want wat betekent significant? Daar wordt niks aan, geen percentage aan toegevoegd. Daarnaast is ons vraag, en dat is denk ik een terechte, als je dit plan goed zou keuren met een voorwaarde van een verkorting, namelijk 2 van het CDA en 5 van de ChristenUnie, en we zetten daar een volumevastlegging op, wat voor consequenties dat dan heeft weer voor de bodemdaling en of daar dan niet het hele proces opnieuw bij zou moeten beginnen. En ik ben dan ook erg benieuwd hoe de wethouder hierin staat en of de andere partijen over deze consequenties ook mee hebben gedacht. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Van den Hoek. Ik kijk nog even naar de VVD. Ja, meneer Gelling. Ja, voorzitter, dank u wel. De VVD-fractie sluit zich grotendeels wel aan bij de vorige fracties. Ook wij zouden deze hele discussie graag willen zien als kapstok om de energietransitie vol gas in te gaan zetten. Alleen brengt zich dat wel gelijk bij een vervolgprobleem, want u weet dat de fractie van de VVD met meneer Wibbelink ook geen groot voorstander is van het lukraak plaatsen van windmolens. En daarom wederom ook hier het oproep, kijkt u nou eens naar de nieuwe technologie, kijkt u nou eens bij Tesla Energie. Hè? U hebt gelezen in de krant dat er 50.000 huizen in Australië worden voorzien van zonnepanelen op gewoon in dakpannen. Dat zijn allemaal nieuwe mogelijkheden. Wij blijven maar hangen in die oude oplossingen. Dus wat ons betreft de uitnodiging hier, laten we die energietransitie nou serieus nemen, zonder mensen te frustreren, dan wel vogels in de weg te zitten, zoals meneer Wibbelink al aangaf. Maar tot nu toe zijn wij afhankelijk van gas, hoe vervelend ook. En dus het advies om hier te geven met gas te stoppen, dat vinden wij het verschuiven van verantwoordelijkheid. Want het moet toch ergens uit de grond komen. En wat de VVD-fractie betreft, lopen wij niet weg voor onze verantwoordelijkheid, maar nemen we die. Als je het gebruikt, dan moet je het ook winnen. Het is niet anders. Laten we wel zijn, ook wij zouden graag zien dat er helemaal geen gasgewinnen zou hoeven worden. Nog in Groningen, nog in Hardenberg, nog elders. Maar voorlopig is het wel het geval. En zolang wij afhankelijk zijn van gas, baseren wij ons zo graag op de feiten. En meneer Marisse zei het al, dat is grotendeels techniek en geologie. Wij hebben ons ook goed laten verstaan op de bijeenkomst die georganiseerd is hier, waar alle stakeholders bij betrokken waren. Dat was nieuw in Nederland, wat onwennig voor de stakeholders, maar wel een hele prettige bijeenkomst. En ik moet u eerlijk zeggen dat het beeld wat meneer Marisse schetste met het beschuitje voor een groot deel overeenkwam met wat de NAM liet zien. Alleen de slotsom was een andere. De NAM en ook de SODM, als ik het goed zeg, kwamen tot de slotsom dat de situatie in Hardenberg zich niet laat vergelijken met die in Groningen. Nou, je kunt dan het over hebben over de betrouwbaarheid van de NAM. Dat is natuurlijk veelvuldig aan de orde geweest. Maar ik denk in deze dat, dat ze geleerd hebben dat er een zorgvuldige overweging gemaakt wordt. In ieder geval zijn wij blij met het advies wat u meeneemt. Ik zal het niet weer herhalen, althans heel kort, de nulmeting, de meetapparatuur en het schadeprotocol. Ook daar hebben wij nu het volste vertrouwen dat dat goed komt. En de termijnen die genoemd worden, die vinden wij eigenlijk wat minder interessant. Nog los van de vraag of je een put kan investeren op dergelijke ingrijpende maatregelen voor een periode van 2 jaar... Wat de VVD-fractie veel belangrijker vindt, voorzitter, is eigenlijk de toezegging of meenemen in het advies dat zodra binnen welke termijn dan ook de veiligheid in het geding is, want dat is eigenlijk het enige wat wij belangrijk vinden, dat het dan per onmiddellijke ingang wordt gestopt. En die veiligheid is niet alleen voor mensen, maar wat ons betreft ook voor de natuur. Dus los van de termijnen, wij begrijpen dat er geïnvesteerd moet worden, dat daar een bepaalde winningstermijn tegenover staat. Maar daar staat voor ons onverlet dat als de veiligheid in het geding is, dat u dan gelijk moet optreden. Niet in 5 jaar, maar morgen als de veiligheid van onze burgers in het geding is. Dank u wel. Oké, dank u wel, meneer Gelling. Meneer Rogemond. Voorzitter, dank u wel. Volgens mij is alles al gezegd wat ik had willen zeggen. Dan onderstreep ik maar eventjes het geluid dat inderdaad de termijn niet gelijk tot 15 jaar moet worden opgerekt, maar steeds kijkend naar een korte termijn waartussen dan metingen plaatsvinden. En inderdaad, ik ben ook blij met het groene geluid van de heer Gelling wat dat betreft. Mocht er onverhoopt ergens in die periode
acuut een dreiging zijn voor volksgezondheid, andere vormen van veiligheid, dan is het inderdaad gewoon klaar wat ons betreft ook. En ook de oproep voor het eventuele financiële voordeel om die in te gaan zetten voor een energietransitie ondersteunen wij in die zin van harte en zien wij ook graag wat nadrukkelijker terugkomen in de advisering richting de minister. Tot zover. Dank u wel, meneer Rodemond. Mevrouw Kelder. Dank u wel, voorzitter. Wij, hier de gemeente, moeten dus een advies uitbrengen. En dat ook nog eens samen met provincie en het waterschap. Dus wij vragen ons af, als op koers.nu, of men wel denkt aan de inwoner die in dat gebied leeft. Dus zijn leefomgeving. En of dat wel veilig blijft. Dus ik hoop dat de wethouder dat goed kan verwoorden naar de provincie toe en het waterschap. Ik heb begrepen dat we het advies dat samen uitgebracht wordt, we toch ook nog weer gaan zien. Dus ik hoop dat ik dat dan kan lezen. Dan de nulmeting. Daar kwam even de vraag van die nulmeting. Gaat dat over het hele gebied? Gaat dat over heel Hardenberg of alleen maar een klein stukje van Hardenberg? En dan werd hier in de, door een aantal partijen nog genoemd over de evaluatie. Nou, dat zou er best in kunnen, vind ik. Ja, dank u wel, mevrouw Kelder. Mevrouw Luiten. Dank u wel, voorzitter. Net als de collega's hier waren wij ook verbaasd toen we uit de krant moesten lezen dat, dat de NAM nog langer gas wilde winnen. Want wij waren met ons hoofd al helemaal bij de energietransitie. Maar goed, we hebben ons, net als ook met de collega's, heel goed laten informeren. Niet alleen op de bijeenkomst door de NAM en de SODM en het ministerie, maar we hebben ook natuurlijk op andere manieren dat nog eens gecheckt. En daar komt bij dat wij begrijpen dat in Groningen de kraan toch echt dicht moet. Dat je dan toch nog gas nodig hebt en dat je dan als NAM gaat kijken waar je dat nog meer kan halen. En wij zijn ook natuurlijk solidair met Groningen. Wij gebruiken, we hebben het gecheckt, bij ons in de fractie allemaal gas. En Groningen heeft er lang onder geleden. Dus op het moment dat wij iets mee zouden kunnen dragen, en zeker als een veld wat al 90% leeg is en nog niet voor problemen heeft gezorgd, dan kan ik me voorstellen dat je zegt, oké, daar doen we niet te moeilijk over. Maar we hebben helaas, komen we toch niet helemaal op die conclusie uit. Want datzelfde Groningen is voor ons ook nou letterlijk een voorbeeld van wat we onze inwoners hier absoluut niet willen aandoen. En het, wat ik net al zei, het risico is hier kleiner, substantieel kleiner. Maar ja, je weet het nooit in de toekomst. In Groningen dachten ze ook dat het allemaal wel zou kunnen. En we zien wat er gebeurt. En wat voor ons ook niet onbelangrijk is, is dat de NAM bovendien niet de meest betrouwbare partner is voor dit soort operaties. Ze hebben de laatste jaren, in tegenstelling tot de vergunning, een aantal keer te veel gewonnen. Niet alleen hier in Hardenberg, dat hebben ze ook in andere gemeentes gedaan. Dat was onlangs nog weer eens in het nieuws. De schadeafhandeling, nou daar hebben we natuurlijk maar één woord voor. Dat hebben we allemaal gezien, dat is ronduit beschamend. De NAM heeft in sommige jaren zelfs meer uitgegeven aan juristen om de schadeuitkering te voorkomen dan dat ze aan de schade hebben uitgegeven. En dan heb ik het nog niet eens over een aandeelhouder die op zijn minste indruk wekt om juridisch onder die aansprakelijkheid uit te willen komen, al hebben ze dat later weer teruggenomen. En ook een ander gebaar wat wij hebben voorgesteld op die, of besproken, in ieder geval gevraagd op die bijeenkomst, om op zijn minst dan de gemeenschap die het risico moet lopen deels tegemoet te komen, bijvoorbeeld in een bijdrage in verduurzaming van de kernen, wilde de NAM op dat moment niet overwegen. Kortom, we hebben het naar ons gevoel hier nu niet over een hele constructieve en waardevolle partner waar de gemeente Hardenberg ontzettend veel baat bij heeft. En wij weten natuurlijk dat Den Haag dit besluit zelf neemt. Dat wat de gemeente hier kan verstrekken is niet meer dan een advies. En ik heb wel enig idee waar dat advies zal belanden als het niet helemaal welgevallig is. Maar wij willen er simpelweg heel zeker van zijn dat alles tot in de puntjes is geregeld voordat we als gemeente dan ook meewerken aan zo'n verlenging van de gaswinning. En de punten die het college in dit voorstel noemt, en ik heb het over de nulmeting, meetapparatuur, adequaat schadeprotocol. Natuurlijk zijn dat essentiële punten, maar dat zouden in onze ogen geen suggesties moeten zijn in een positief advies, maar hele harde voorwaarden
voordat we überhaupt over een positief advies zouden willen nadenken. Net als een bijdrage aan de verduurzaming overigens. Dus wat ons betreft adviseert het college dan ook negatief over de verlenging van de vergunning. Dank u wel, mevrouw Luiten. Dan wil ik graag de wethouder vragen om te reageren. Een aantal vragen die door de raad zijn gesteld. Dank u, voorzitter. Ja, de ondergrond, wat ik al in een eerdere stadium vanavond zei, die houdt ons bezig. En zeker als je kijkt naar het plan wat op een bijzondere manier naar ons toegekomen is, via een rapport van SODM, terwijl het officiële plan nog niet bij ons binnen was, want dat is de werkelijkheid van nu. Het gaf heel veel vragen, terechte vragen bij u, bij ons, maar ook in de samenleving. Dus daarom hebben we ook gezegd, vinden we het belangrijk dat u beschikt over de juiste informatie en tijdig geïnformeerd wordt en niet pas achteraf. Daarom hebben we ook met elkaar vastgesteld dat we de partijen waar het om gaat, NAM, SODM en ministerie van EZK, Economische Zaken en Klimaat, waar hebben we het hier over, die hebben we hier gehad. Dat weet u nog net zo goed als ik. En die hebben ook toen gelicht, 9 mensen sterk, hoe dat plan er nou uitziet. Ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en rol en positie. Dat heeft in ieder geval, denk ik, meer duidelijkheid gegeven. Daarmee is misschien de angst niet weg. Want op het moment dat wij geconfronteerd werden met de aanvraag voor de verlenging van het plan, gebeurde er ook iets in Groningen. Dat hebben we allemaal ervaren. En dan kan ik mij heel goed voorstellen dat mensen schrikken. En denken, waarom zou dat hier niet kunnen gebeuren? En dan kun je het hebben over bodemgesteldheid, want het gaat allemaal over techniek. Maar ik zeg altijd, die bodem, wij kunnen er niet in kijken. Je kunt het niet zien, je kunt het niet pakken, dus je moet je vertrouwen op wat anderen ons vertellen. Die partijen hebben toen hier, die drie partijen, vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en rol en positie, een verhaal gedaan. En dat gaf in ieder geval meer duidelijkheid. Feit is nu dat we staan voor het advies. Dat is onze rol en positie als gemeente. En ik heb altijd samen met het college gezegd, die adviesrol kunnen we alleen maar goed vorm en inhoud geven als we het samen doen met provincie en waterschap. We hebben alle drie daarin een belang. Lokaal en regionaal. En wij hebben elkaar ook gevonden daarin, om daar maar even op terug te komen. Dus we hebben de afgelopen weken regelmatig overleg gehad met elkaar, ambtelijk en bestuurlijk, om te kijken of we tot een één advies kunnen komen. En wat mij betreft, met die drie logo's erboven, om te laten zien hoe serieus wij zijn over de ondergrond van deze mooie gemeente. En daar zijn we volgens mij goed in geslaagd, daar kom ik zo nog op terug. Door de wijze waarop we het advies, vorm en inhoud willen geven. Die raken allemaal de onderwerpen die u zojuist met ons hebt gedeeld. En wat ik ook zie, dan ga ik toe naar de beantwoording van de vragen. Vorige week was ik woensdag bij een bijeenkomst in Zwolle, waar ook vertegenwoordigers waren van gemeenten van kleine gasvelden. Waar ook gedeputeerden aanwezig waren. Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel. Maar waar ook het ministerie aanwezig was. Ook de hoogste ambtenaar die advies geeft aan de minister. En men is zich er terdege van bewust dat we te maken hebben nu met heel veel discussie over veiligheid, gevoel en tegelijkertijd ook de energietransitie. En ik zie en voel ook wel bij het ministerie, want daar heb ik dus ook direct mee te maken. Wij geven een advies aan de minister, niet aan de NAM, laat het helder zijn. Dan zie je bij het ministerie ook wel het gevoel van verantwoordelijkheid en ook wel de beweging ontstaan om op het terrein van energietransitie iets te doen. En daar willen wij ook nadrukkelijk in onze adviesrol bij stilstaan. Want wij als gemeente willen een groene gemeente zijn. Voorafgaand aan deze vergadering heeft u kennis kunnen nemen van het restwarmteproject wat we hier aan het ontwikkelen zijn. Wat er in Lutten op dit moment gebeurt. Dus we zijn volop bezig om ervoor te zorgen dat we zo snel mogelijk ook, zeg ik maar, van het gas af kunnen, van die fossiele brandstof. Het gaat niet van vandaag op morgen. Er zijn hier wel hele mooie stappen gezet. Laten we dat dan ook met elkaar, wat mij betreft, vasthouden. Maar dan kan ik ook straks naar die minister zeggen. Kijk maar,
U doet een beroep op ons, maar ik doe nu een beroep op u. Want wij willen meewerken aan de energietransitie. Als u dan iets van ons wilt, dan willen we ook iets van u. Zo zal het advies ook gaan luiden. En dan kom ik tegelijkertijd op de beantwoording van de van vragen van mevrouw Luiten. Mevrouw Van Hoek heeft een vraag. Dank u wel, voorzitter. U begon uw verhaal over vertrouwen. En u eindigt nu voordat u overgaat naar de beantwoording van de vragen. Op welke wijze u stevig advies wilt gaan geven. En volgens mij hebben alle partijen gezegd dat NAM niet is gebleken een betrouwbare partner te zijn. Mag ik u dan vragen hoe u dan vertrouwen heeft in de NAM? En wat u zegt in vertrouwen dat het zodanig voor ons geregeld gaat worden, waarbij u weet, net als ieder ander, dat dit advies terzijde gelegd kan worden met gemak door de minister. En hoeveel vertrouwen heeft u dan zelf als u in gesprek bent met provincie en waterschap over dat wat wij hier nu aan het doen zijn, ook letterlijk zo aan de dijk zijn? Dan kom ik even terug op het begin van mijn betoog, voorzitter. Ik heb ook nadrukkelijk gezegd dat we juist ervoor kiezen om dat ook in gezamenlijkheid te doen. Ieder vanuit onze eigen rol en positie. Dus je pakt de schaal, zeg maar, waarin de positie je op te pakken. En we kunnen heel veel discussiëren over de NAM, maar het advies gaat naar de minister. Laat het helder zijn. Ja, voorzitter, volgens mij heb ik geen enkele uitspraak over de NAM gedaan. Meneer Stolz. Dank u wel, voorzitter. Bij mijn weten heb ik geen uitspraak over de NAM gedaan. We hebben niet hier over het advies. Nee, ja, maar goed, ik wou dat toch even gezegd hebben. Omdat... Ja, voorzitter, dan zal ik er maar een duitje bovenop doen. Dat aan deze kant natuurlijk wel een aantal keer wat is gezegd erover. En het wethouder had over vertrouwen, over het proces. En daar haar sloeg ik op aan. Dus op zich valt het allemaal best. Ja, sorry voorzitter, maar u geeft aan dat iedereen wat zegt over de betrouwbaarheid van de NAM. En daar reageer ik even op door te zeggen, ik heb niks gezegd meneer over de NAM. Meneer Stelstra, excuses voor mijn onmis. En ik heb u aangegeven, voorzitter, dat wij ons richten nu tot de minister. Want die beslist uiteindelijk. Zo simpel is het. En die wacht op het advies van de mijnraad. Daar kom ik straks nog op terug. Ik kom even, als u het goed vindt, bij mevrouw Luiten, die afsloot met haar vragen en opmerking van hoe stevig gaan we hierin zitten? Want ik hoorde ook een aantal van u zeggen ja, mits. Even samengevat. Of is het nee, tenzij. Daar hebben we heel goed met elkaar over nagedacht. Ook met waterschap, ook met provincie. En we waren er eigenlijk snel uit. Maar we hebben gezegd, de voorwaarden die wij stellen, en het zijn zo ongeveer de voorwaarden die u vanavond heeft gezien in het voorstel, met nog wat aanvullingen, die zijn wat ons betreft heel reëel. Dus neem ons serieus. Dus zeggen wij, nee, tenzij. Dat is ons insteek. Ik ga verder met de beantwoording in de volgorde zoals die is gesteld. Meneer Breukeman, energietransitie, terecht dat u daarop wijst. En dat is ook een vraag die wij natuurlijk ook in de voorlichting al een paar keer hebben gesteld. Waarom wilt u nog 13 jaar lang door? 2020, 2033. Als u de mond vol heeft over energietransitie, want de minister zegt ook, ik wil zo snel mogelijk van het aardgas af. En ik wil ook bedrijven stimuleren op een andere manier. Nou, dat is ook een vraag die ons heeft bezig gehouden. En we hebben ook gezegd, en ik praat nu over ons in gezamenlijkheid, gemeente, provincie en waterschap. En daarvan hebben wij gezegd, we snappen dat je er nu niet in één keer kunt afbouwen. Maar een termijn van bijvoorbeeld 5 jaar zou wat ons betreft een hele redelijke termijn zijn met een stevige evaluatie om als dan te beslissen of je weer verder gaat. Dus dan is 2025 de horizon en niet 2033. U zegt provincie, gedeputeerde staten en provinciale staten. Hè? Want hoe zit dat precies in het proces? Nou, het procesvoorstel wat u heeft gezien, dat is ook gedeeld met de provincie. Het is aan de staten zelf of ze op dezelfde wijze daarmee willen omgaan zoals u dat nu hier met ons en met mij doet en met het college. Maar we stemmen alles inhoudelijk op elkaar af. En daar kunnen misschien wat afwijkingen in zitten.
Maar grosso modo kan ik u vertellen dat we op die onderwerpen elkaar vinden. Ja, en u vraagt aan mij, SODM en NAM, die hebben nogal eens een twist samen. En dat heeft er ook mee te maken, denk ik, dat SODM heeft gezegd van ja, kijk, wij zijn toezichthouder, dus neem ons serieus. En ook al is er misschien maar een kleine afwijking van een gaswinning, dan is dat een afwijking. Dan heeft u misschien te veel gewonnen. Leg het maar eens uit. Hoe kun je dat nou uitleggen? En dan gaat het om percentages die ik niet kan duiden, zo klein soms. Maar een overschrijding daarvan levert natuurlijk heel veel vragen op. Wie spreekt de waarheid? Dus volgens mij is het door alle discussies die nu hebben plaatsgevonden, de posities van die partijen wel wat duidelijker geworden. En SODM pakt ook haar positie wat mij betreft nu en mag er ook best scherp in blijven zitten. Laat het ook helder zijn. Gezamenlijk advies. Voorzitter, misschien heel kort even aanvullend op het antwoord van de wethouder. Nee, maar dat kan. Als het gaat over die termijn, hè, ik had meer in gedachten naar 2-3 jaar, als redelijke termijn, dus 5 jaar. Andere kant, 5 jaar vanaf het ingaan van het winningsplan, dat zit inderdaad 2025, is wel 7 jaar verder van nu. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, dat klopt. Want dan heb je het inderdaad over een langere periode dan over 5 jaar. Omdat men heeft gezegd van dit is wat ons betreft vanaf 2020 tot 2033. Nou, die vraag die willen we nog wel eens heel expliciet ook gaan stellen als het gaat om de termijn die ook nog voor ons ligt. Hè, dus 2018, 19 en 20. Maar wij vinden in zijn algemeenheid 5 jaar normale termijn. Want om de 5 jaar worden vaak ook die gaswinningsplannen opnieuw beoordeeld. Ja, maar dat begrijp ik, zeg ik via de voorzitter uiteraard. Alleen, ik zou me dan voor kunnen stellen dat we dan beginnen met 3 jaar. Want dan hebben we zeg maar 5 jaar vanaf nu. Dat zou misschien wel een acceptabel periode zijn. Dat wil ik meegeven. Ik neem hem mee in de overweging. Volgens mij heb ik uw vragen nog niet allemaal beantwoord, zie ik. De nulmeting, nou, dat is een technisch iets, want u stelde ook een aantal technische vragen. En ik ben niet van de techniek, zeg ik maar eventjes heel nadrukkelijk. Maar ik weet wel inmiddels, want zo goed heb ik er wel in verdiept, dat het gaat om bouwkundige vooropnames. Hè. Die zijn van belang, met name op de hele cruciale punten als dijken, gebouwen. Dus cruciale plaatsen in onze gemeente. En daar willen we gewoon heel helder van tevoren weten hoe de stand van zaken is op het moment dat er weer opnieuw gewonnen gaat worden. Want mocht er dan sprake zijn van schade, dan weet je in ieder geval waar je aan toe bent. Dus dat zal een uitgebreide nulmeting worden. De separate brief, daar hebben we het ook al met elkaar over gehad. Het VNG adviseert ons nadrukkelijk om dat wel in een separate brief te doen. Om met name de energietransitie daar expliciet in te benoemen. Daar schijnt ook de minister wel gevoelig voor te zijn. Omdat je eigenlijk hier wordt gevraagd om heel sec te adviseren op de onderwerpen in het gaswinningsplan. En de energietransitie is een wat overkoepelend geluid. En dat mag je best apart in een brief vermelden en vastleggen en borgen. Daarvan heb ik ook begrepen dat men daar ook op een aparte manier nog eens keer naar gaat kijken. Voorzitter, ik ga door met uw welnemen. Meneer Stelstra, snelle schadeafhandeling heeft u nadrukkelijk genoemd. Ik weet ook dat de TCBB, weer een nieuwe afkorting in dit hele spectrum, de Technische Commissie Bodembeweging, een belangrijke commissie, laat het ook helder zijn, die heeft de opdracht gekregen van de minister om nog deze maand te komen met een schaderegeling voor kleine gasvelden. En ik moet eerlijk zeggen, meneer Wiebes, de minister die regelt die dingen wel adequaat. En hij koppelt daar ook korte termijnen aan vast. Dus wij zijn ook heel benieuwd wat er 1 maart ligt. En ik begrijp ook van de collega's van de kleine gasvelden, dus de andere gemeenten, dat men heel erg graag wil dat we daar ook uniformiteit in krijgen. Want er is nu een regeling voor Groningen. Hè, maar we willen ook een regeling voor kleine gasvelden. En een goede, adequate regeling. En als er schade is, moet die gewoon vergoed worden. Ja, voorzitter, en onafhankelijke schade-expertise. Ja. Ik heb het gezien hoor, het Kamerdebat waarnaar u refereert. Maar als ons advies eerder is dan de uitslag van die technische commissie, dan lijkt het me wel goed dat wij hier aandacht aan besteden. Nee, sowieso zullen we hier de aandacht ook op vestigen. Want de vraag is ook,
wat die technische commissie, hoe die dat precies gaat invullen straks. Daar ben ik zelf ook wel heel erg benieuwd naar. Maar dat die er komt, staat buiten kijf. En dat is ook een oproep die het ministerie heel nadrukkelijk ook zelf onderschrijft. Als het gaat om de volume en het terugbrengen, want ik kreeg van ook mevrouw Van Hoek volgens mij de vraag van, kunnen, als we nou het volume terugbrengen, heeft dat dan ook weer gevolgen voor anderen, voor bijvoorbeeld de termijn van de winning, of de bodemdaling? Het zijn wel technische vragen die ik hier even niet zo kan beantwoorden, want ik ben geen geoloog, zeg ik maar eventjes. Maar misschien is het goed dat we die vragen nog eens even specifiek beantwoorden met onze eigen deskundigheid en met de deskundigheid van de partijen die ik net heb genoemd. Ja, maar onze vraag was meer dat het volume vastgesteld wordt en jaarlijks wordt gemonitord. En het effect, dat mag okay. Mevrouw. Nee, dat zal sowieso gebeuren, dus dat kan ik u toezeggen. Maar er lag volgens mij ook nog een verband tussen bodemdaling en volume. En de scenario's, er zijn in het winningsplan 3 scenario's geschetst. En die lopen nogal het één. En in het middel- en high-scenario, inmiddels ken ik ook al die termen, wordt er inderdaad gesproken over extra boringen. Dus wij zullen ook nog eens goed gaan kijken naar die scenario's om aan te geven van wat wij maximaal vinden, zeg maar, als het gaat om risico's en kansen. Ja, en wat ons betreft, de ChristenUnie, zou het dus het laagste scenario. Ik heb u gehoord, meneer Stelzer. Mevrouw Van der Hoek, nou, u verwijst naar de Kamerbeantwoording van de vragen van mevrouw Tongeren, inderdaad. Daar is de minister volgens mij ook helder in geweest. Ik heb al iets gezegd over de bodemdaling versus volume. Daar ga ik dus verder nog eens technisch laten beantwoorden. Dus dat komt. Voorzitter, als ik mag. Ik ben heel blij met uw antwoord daarin, dat die technische kant wel even goed uit wordt gezocht. Al mocht het zo zijn dat we inderdaad een termijnverkorting doen. En als je het plan leest en je hebt het over een verschil tussen 250 miljoen en de 27.000 nog wat miljoen. Daar zit nogal erg veel ruimte in. Waar wij zo ontzettend bang voor zijn, is dat onze fractie van mening is, als je de termijn verkort, gaat dan de capaciteit omhoog. En komt dan de hele risicoanalyse in geding. Als wij daar niet, als u daar niet voor ons alert op bent met uw ambtenaren, dan zeggen we misschien tegen ja. Iets wat uiteindelijk verkeerd effect heeft. Vandaar, dank. Dat is mij helder, meneer de voorzitter. Meneer Gelling, u maakt inderdaad terecht de kapstok naar de energietransitie. Nou, daar heb ik al iets van gezegd in het licht van de projecten die lokaal hier al zich manifesteren. En we zijn inderdaad nog afhankelijk van gas, maar dat willen we natuurlijk zo snel mogelijk afbouwen. Maar wat u op laatst zei, dat is ook een interessante, denk ik. Want veiligheid. Hoe kunnen we nou veiligheid hier borgen? Want we kunnen wel met elkaar afspreken. Nou, we gaan straks 2, 3, 5 jaar, laat ik nog even in het midden, door. Maar wat als er nou iets gebeurt? Wat doen we dan? Zeggen we dan, ja, er ligt een overeenkomst voor 5 jaar of 3 jaar. En daar moeten we ons aan houden. Nou, dat hebben wij, dat aspect van veiligheid. Want dat krijgen we ook heel vaak terug vanuit de samenleving. En dat heeft ook de NAM ervaren, zeg maar, in de informatie eronder in de bus. Let wel, de NAM-truck heeft 200 bezoekers gehad in totaal. Veel organisaties ook, veel plaatselijke belangen. Dus dat heeft best wel veel informatie gedeeld. Daarvan hebben wij gezegd, van, ja, dat kan. Veiligheid vinden wij essentieel, staat bovenaan wat ons betreft. Dus we hebben ook gezegd, wij willen wel uitgaan in het advies van het hand aan de kraan principe. Dus als er iets gebeurt, gaat die kraan dicht. Duidelijker kan ik niet zijn, volgens mij. Meneer Rodemond, ik heb volgens mij uw vragen beantwoord, behalve de financiële. Wij zullen dus ook vragen op welke wijze het ministerie, want ik praat met de minister, ons wil compenseren, de omgeving wil compenseren, maar met name ook welke bijdrage men wil leveren aan de energietransitie van de gemeente Hardenberg. Denk aan ons duurzaamheidsfonds, dat wij hier hebben. Mevrouw Kelder, volgens mij duidde u op, ik begreep het niet helemaal goed, want ik was even wat afgeleid, over de
duidelijkheid van informatie en communicatie. Is dat wat u zei? Ja, dat is terecht dat u dat heeft gezegd. Want wij hebben ook, zullen ook in ons advies aangegeven bij het kopje communicatie, maak er nou eens een leesbaar verhaal van. Publieksversie maken van wat er is en wat er leeft en wat er speelt. Nou, daar heeft de naam ook tot zich genomen. Dus, Nou, mevrouw Kelder vroeg of het advies nog te zien krijgen na deze sessie. Nou, daar kom ik nog op. Ik was niet zo ver. Dat is een terechte vraag natuurlijk. Maar u vroeg ook nog naar de nulmeting. Nou, volgens mij gaat die nulmeting, zoals ik het kan bezien, maar die zal ik ook technisch even mee laten nemen in de beantwoording over de gebieden waar die het betreffen. Dus niet, volgens mij niet de hele gemeente. Maar dat zal ik, ook die vraag zullen we verder nog even op terugkomen. Evaluatie heb ik al gezegd, hè, want op het moment dat we kiezen voor een termijn van 2, 3 of 5 jaar, dan moet er eerst een evaluatie plaatsvinden voordat we zeggen door of stop. Zo simpel is het. U heeft ook gevraagd van ja, hoe komt u terug? Nou, dit is een bijzondere stap in het proces, hè, zeg ik ook maar eventjes. Want normaal gesproken, geef een advies, gaat er informatie naar u toe. Maar u heeft nadrukkelijk in de motie opdracht gegeven om de raad te betrekken bij het advies. Dat doen we nu, vandaag, vanavond. Ik heb u heel erg goed gehoord. Volgens mij komen heel veel punten ook overeen met datgene wat wij in ons advies vastleggen. Dat wordt de komende week uitgewerkt met provincie en waterschap. Er zal misschien ook nog wel bij de provincie het nodige van gevonden worden. Maar ik ga er vanuit dat we elkaar vinden op die hoofdlijnen. En dan is het de bedoeling dat we 6 maart in het college het advies definitief vaststellen. En dan blijft het nee tenzij? Dat is de insteek die we als 3 partijen hebben gekozen. Dus het lijkt mij raar als dat nog weer verandert. Voorzitter. Mag ik, net als mijn buurvrouw, nog een aanvullende vraag stellen? Dat heb ik u goed gehoord als u zegt, we gaan dus negatief adviseren. Nee, tenzij. Dat klopt. Dat is negatief. Ja, ja voorzitter, misschien meteen om meneer Broekman. Ter voorkoming van een tweede termijn, zou ik haar zeggen. 2 zaken. U zegt 6 maart. Ik dacht gelezen te hebben dat voor 1 maart het advies moet zijn ingeleverd, maar dat is blijkbaar veranderd. Wethouder knikt al van ja. Ja, ik kan er heel kort op antwoorden. Wij hebben het advies aanvraagd later binnengekregen dan gepland was. Een week later. Dus we hebben ook gezegd, ja, als je ons serieus neemt, dan geef ons ook maar een week extra. Dat die vraag is neergelegd bij het ministerie. Nou, volgens mij is dat allemaal geregeld. Wat heel cruciaal in dit verhaal is, dat 12 maart de mijnraad uiteindelijk het definitief advies geeft aan de minister over dit plan. Akkoord. Dus de mijnraad is het laatste orgaan in het hele ingewikkelde bouwwerk af en toe. Maar wel de belangrijkste die alle adviezen, alle partners beoordeelt en zegt tegen de minister, dit is het. Akkoord. En dan daarna zegt u van ja, wat een bijzonder proces. Dat is natuurlijk ook zo omdat dit geen vervolg krijgt in een besluitsraad. En volgens mij geen raadsvoorstel, dus in die zin ook geen kans voor moties, amendementen, zeg ik maar even. En wat ik mij daar even bij afvraag is, nou, bijvoorbeeld op de toespeling van de VVD, hè, die zegt van nou, op het moment dat het niet meer veilig is, meteen ingrijpen, dat onderschrijft u. Dat vond ik ook een zeer mooie toevoeging voor dat termijndenken, zeg maar, waar wij achter staan. Alleen u zegt dan over die termijn, ja, of het nou 2, 3 of 5 jaar is, dat laat ik nog even in het midden. Ja, en ik wil er toch wel voorstander van zijn om in ieder geval in die eerste fase daar toch een maximaal van 3 jaar aan te wenden. Dus ik was even benieuwd van, hoe gaat u dat nu meenemen? Hè? Want in het stuk staat ook dat wij kunnen aanvullen op het gezamenlijk deel, zeg maar, van het advies. Ja, hoe kijkt u daar tegenover? En zijn andere partijen, zeg maar, het ook mee eens om, ja, als we het hebben over de termijn, dat de denkrichting is? Want dan kan de wethouder daar denk ik ook mee aan de slag, zonder dat het nog in het midden blijft. Voorzitter, dat was ook de vraag die ik u aan u wilde stellen. Voorzitter, mag ik daar een aanvulling op maken? Meneer Gerard. De vraag van meneer Burkerman, daar mag gelijk een antwoord. Want ik heb ook een aantal keren de wethouder horen zeggen net van, ik neem het mee in de overweging naar meneer Burkerman en naar meneer Stelpstra. Ik heb u gehoord, en dat is op zich natuurlijk aardig dat u iets hoort. Maar vervolgens is het ook wel zaak om iets mee te doen. En
dan vindt mijn fractie toch de toezegging dat u zegt van nou nee tenzij of ja mits, dat is een kwestie van definiëren, maar zit wel heel dicht bij elkaar. Het is maar net hoe je de voorwaarden invult. En waar mijn fractie wel belang aan hecht, is dat uw standpunt duidelijk is. De overwegingen onderschrijven wij ook. Maar ik denk wel dat u in de beeldvorming naar buiten toe heel duidelijk moet zijn. Dat u niet nu hier de suggestie wekt dat het niet doorgaat, tenzij u daarin wordt gesteund. Want dat betreft een advies wat u hier doet. En ik hoorde u ook net zeggen dat u graag het advies wilt schrijven op briefpapier met de drie koppen erboven. Gemeente, provincie en waterschap. Maar ik hoorde u ook aansluitend zeggen dat u nog niet helemaal zeker was of dat allemaal doorgaat. En ik denk toch dat de zorgvuldigheid aan dit proces wel heel veel baat heeft bij een brief waar wel die drie koppen boven staan. En waar u ook heel duidelijk maakt dat dat wat hier gevonden wordt ook meegenomen wordt. Dus dat u niet alleen hoort en dat niet alleen meeneemt in uw overwegingen, maar dat ze ook echt daarin terugkomen. En mijn fractie was heel erg blij met uw opmerking dat de hand aan de kraan gaat voor het geval er echt de veiligheid in het geding is. Maar die zouden wij dan ook wel heel graag terug willen zien. Ja, voorzitter. Laat helder zijn dat deze ronde ook echt bedoeld is om het allemaal heel serieus te nemen wat u zegt. We hebben een voorzet gedaan vanavond van onderwerpen. Ik heb daar ook wat op wijzigingen en suggesties op gehoord. Die wil ik even op me laten inwerken. Maar ik ben ook wel even benieuwd, als het gaat om termijnen bijvoorbeeld, hoe dat wordt gezien door de andere raadsfracties. Dat is een vraag die u moet beantwoorden, die kan ik niet beantwoorden. En als het gaat om zorgvuldige communicatie, ja, daar ben ik het volledig met u eens. Want het gaat niet alleen om dat wij hier straks een geweldig gedegen en gedragen advies afgeven, maar dat mensen het ook begrijpen waar het om gaat. En begrijpen waarom we dit doen. Vanuit onze rol en positie, vanuit die adviesrol die we hebben, laat dat ook maar even helder zijn. We zullen ook niet een te grote broek aantrekken als het niet kan. Mevrouw van den Hoek. Dank u wel, voorzitter. Bij de stukken zit ook de motie van GroenLinks die hier unaniem door alle partijen is gedaan. Dus het is een gezamenlijke motie. Staat ook dat u in de opdrachtgeving niet ons alleen betrekt voor het verhaal, dat is dus nu. Maar ook het definitief advies aan ons zult voorleggen. Mogen wij ervan uitgaan dat u dat dan voor 6 maart dat dan ook doet? En waarbij u dus duidelijk kenbaar maakt op papier dat u ons heeft gehoord. Ik begrijp heel goed uw behoefte. Ook naar aanleiding van misschien wat er vanavond is gezegd. En dat u zegt, nou, ik ga toch met bepaalde onzekerheden weg. Gelet op de discussie die we met elkaar hebben gehad. Ik ga kijken hoe we naar aanleiding van vanavond dat advies op goede wijze met u kunnen delen in het proces. Voorzitter, dat is in principe een mooie toezegging van de wethouder. Maar kijk, we zitten niet meer hier bij elkaar in deze samenstelling. En ik heb ook voldoende vertrouwen in deze wethouder en ons college om met een goed en gedragende advies te komen. Dus volgens mij is het gewoon handig dat als er zaken zijn die wij als raad aanvullend daarin willen hebben, dat we dat nu gewoon even met elkaar vaststellen. Nou, de VVD heeft daar iets op gezegd. Ze gaan van de hand aan de kraan, geloof ik, was de uitspraak van de wethouder over. Voor mij is dat eentje die breed gedragen wordt. En dan vraag ik maar even aan de andere partijen, zijn we het er ook over eens dat we zeggen van nou ja, laten we eens beginnen met een termijn van een jaar of drie. Want als dat zo is, dan kan de wethouder daar volgens mij ook concreet mee aan de slag. En dan heb ik ook vertrouwen in dat het voldoende wordt geborgd in het advies. Meneer Stelstra wil daarop reageren. Nou goed, ik ben daar volgens mij vrij duidelijk over geweest qua de ChristenUnie. We denken in eerste instantie aan een termijn van 5 jaar, maar 3 zou ook kunnen. Hè? Waar we ook aan denken is aan... Meneer Stelstra, het lijkt me handig om eerst even dat rondje af te maken. Nee, maar goed, ik zit ook even naar het... de heer Breukelman vraagt om een termijn van 2 tot 3 jaar. Voorzitter, als we nou 3 vanaf 2020 doen en 5 vanaf 2018 zitten volgens mij aardig bij elkaar in dezelfde richting. Daar wou ik ook naartoe, maar goed, u bent mij net voor. Dan is dit het voorstel waar ik dan graag in de Nou, waar ik nog even een punt wil maken, voorzitter, als het mag, is dat je binnen een termijn ook evaluatiemomenten kan bepalen. En dat is wellicht ook nog iets wat meegenomen kan worden. Mevrouw van den Hoek. Ik denk dat wij heel duidelijk zijn geweest dat er geen enkele verlenging aan de orde is, mits blijkt, op het moment dat blijkt dat die capaciteit die opgehaald wordt effecten kan hebben voor de doodbodemdaling. En een verhoging kan geven op de risicocategorie 1 naar 2 als het gaat over trillingen of seismische activiteit. Pas wanneer dat door de ambtenaren
berekend kan worden, dan pas kunnen wij reëel praten over een termijn, denk ik. Want anders neem je nog altijd, ook al gaat de hand op de kraan, heb je wel risico genomen, niet gebaseerd op feiten, maar ook omdat het beter klinkt. Helder. Meneer Gelling. Voorzitter, wat de VVD betreft mag de termijn zo kort mogelijk, als dat haalbaar is bij de partijen die daar op moeten investeren. Maar legt u maar op de 3 tot 5 jaar, het is maar net waarvan je rekent. Maar laten we afspreken dat 5 jaar vanaf nu, of 3 jaar vanaf 2027, dan een termijn is waar u in ieder geval voor gaat. En als de partijen daar al zeggen dat ze niet kunnen investeren, horen we dat altijd nog. Dank u wel. Meneer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Ik sluit me aan bij de vorige spreker. Inderdaad, een minimale periode voor verlenging in eerste instantie. En die 3 of 5 jaar, ik zie in ieder geval graag daarvan een onderbouwing. En inderdaad, de opmerking hand aan de kraan is daarbij wel een hele waardevolle. En natuurlijk de opmerkingen over het eventuele volume wat binnen die periode wordt gewonnen. Want dat heeft natuurlijk ook wel enig effect op elkaar. Dus dat. Dank u wel, mevrouw Kelder. Dank u wel, voorzitter. Op koerspunt nu is blij met nee tenzij. En dan moet die periode ook zo kort mogelijk, vinden wij. Helder, mevrouw Luiten. Voorzitter, wij zijn voor nul. Dus alles wat dichter bij nul ligt dan 33 is sowieso beter. Maar wat ons betreft dus ook, denk 2 of 5. Duidelijk. Daarmee denk ik dat de beantwoording klaar is. Is er nog behoefte aan een tweede ronde? Als ik het zo bekijk. Niet meneer Stelstra. Ja, voorzitter, ik zat nog even het voorstel te lezen en ik was even benieuwd waar de nee tenzij is ontstaan. Ik zie dat niet terug in het voorstel. Nee, we hebben, voorzitter, eerst in instantie gezegd van nou, we leggen eerst eens de onderwerp op tafel. Waarvan we zinnen dat die terug moeten keren in het advies. En vervolgens hebben we met elkaar ook stilgestaan bij de toonzitting. En ook gezegd van, als je nou ja mits zou doen, wat is nou je positie? Zou je nee tenzij kiezen, dan moet die tenzij wel realistisch zijn. En wij vinden dat de voorwaarden die we stellen heel realistisch zijn. En daarom willen we stevig signaal afgeven naar de minister om te kiezen voor nee tenzij. Maar wanneer bent u tot die keuze gekomen? Dat hebben we in de afgelopen weken met bestuurlijk en ambtelijk met elkaar gedeeld. Okay. En u had niet, was niet in de beleving dat u even de raad daarin moest meenemen? Nee, maar dat gevoel wil ik ook vanavond met u delen. Oké. Okay. Ja, en dat is gelukt volgens mij. Het komt een beetje over alsof er enige afstemming is binnen het partijverband. Nee, dat is niet aan de orde. Oké, dank u wel. Daarmee is dit agendapunt behandeld. Ik stel voor dat we even 5 minuten pauze nemen voordat we verder gaan met het volgende agendapunt. We beginnen weer om 8:55. Goed, als iedereen de plaatsen weer in wil nemen, dan gaan we verder met de oriënterende ronde. Goed, mag ik de heer Ten Brinke vragen naar voren te komen om in te spreken over het Bastingplein in Bergentheim. Zoals u weet heeft u 5 minuten. Ga je gang, ja, het knopje indrukken. Ja. Voorzitter, college, raadsleden. Het gaat over de herinrichting van het Bastingplein en omgeving in Bergentheim. En derhalve mag ik namens plaatselijk belang Bergentheim en de werkgroep Bastingplein even kort het woord voeren. Even terugkijkend op dit hele gebeuren. In 2015 zijn de eerste contacten tussen de ondernemers gevestigd aan het plein plaatselijk belang Bergentheim en de gebiedshouder Jansen. De motivering voor de plannen zijn duidelijk en worden onderkend. De opdracht aan plaatselijk belang luidt: presenteer een breed gedragen plan waarin alle aspecten en knelpunten zijn meegenomen. En dan hebben we het over verkeersveiligheid, over parkeerproblemen, over sfeer en uitstraling en aandacht voor duurzaamheid. De werkgroep Bastingplein van 8 personen uit het dorp worden in het leven geroepen. Van de deskundigheid van de
NHM, afdeling Overijssel, in de volksmond de Heidemeij genoemd, konden we na een intake- en beoordelingsprocedure gebruik maken in de persoon van Jan Brinkman. En beleidsmedewerker van de gemeente Dolle Schotten nam zitting in de werkgroep en Ingrid Franke als onze contactambtenaar. Vervolgens hebben we in april 2016 het college van burgemeesters en wethouders middels een brief in kennis gesteld van onze voornemens. Vervolgens hebben we ook de raadfracties uitgenodigd voor een uitleg en een presentatie van de plannen. We hebben het zeer gewaardeerd dat daar ook volop gehoor aan is gegeven en bijna alle fracties zijn langs geweest. Vervolgens hebben we hier in de raadsvergadering van 14 juni 2016 ingesproken. Er kwam daarna groen licht om verder te werken aan de plannen. De werkgroep heeft dat voorvarend opgepakt. Offertes zijn aangevraagd bij een drietal bureaus voor het uitwerken van de ideeën. Roelofs advies en ontwerp uit Den Ham kwam als voordeligste uit de bus. Vervolgens werden een viertal opties uitgewerkt en daarna heeft de werkgroep samen met de direct betrokken ondernemers na een stemming een keuze gemaakt. Hierdoor ontstond de voorkeursvariant. Op basis daarvan is er verder gewerkt aan de financiering, contacten en overleg, onder andere met diensten van de provincie. Dat heeft zich hoofdzakelijk afgespeeld buiten ons gezichtsveld. Dit heeft wel behoorlijk wat tijd gekost. En onze aanvankelijke wens om de plannen in 2017 uit te voeren bleek niet reëel. Maar uiteindelijk ligt nu het plaatje voor u ter goedkeuring. We zijn er trots op als plaatselijk belang en werkgroep dat we dit in zo'n goede samenwerking tot stand hebben kunnen brengen. Wellicht is dit een voorbeeld van hoe burgerparticipatie kan werken. Maar we zijn er nog niet. Uw goedkeuring is daarvoor nu eerst nodig. En uiteraard gaan we ervan uit dat u hierin mee kunt gaan, waarvoor we bij voorbaat onze dank al willen uitspreken. Dan staat voor ons de weg open om het laatste deel van de voorbereiding op te pakken, het informeren van de betrokkenen en keuzes die nog gemaakt moeten worden en natuurlijk de presentatie aan de dorpsbewoners, alvorens de gemeente een stokje overpakt voor de uitvoering van de plannen. U weet dat we in Bergdijk weliswaar ambitieus zijn, maar ook bescheiden en we overvragen niet. We zijn ervan overtuigd dat het plan positief meewerkt aan de vitaliteit van het dorpscentrum zonder leegstand. En ook de voor ons zo belangrijke leefbaarheid van Bergentheim, een dorp met groeipotentie. Dat was het. Dank u wel, meneer Torink. Zijn er nog vragen? Ik zie meneer Breukelman, meneer Stelpstra, mevrouw Van de Hoek. Mevrouw Van de Hoek. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor uw inspraak. Ik heb het genoegen gehad om in 2016 bij een van die plannen in de eerste fase te mogen zien. En toen waren wij ook al enthousiast vanwege het feit dat ook in Bergentheim zo'n enorme kracht vanuit de inwoners is. Alleen maar mijn complimenten dat het ook op deze wijze nu met uw medewerking een oefenloos inzet er staat. En net als bij de Krim, dat moet beloond worden. Dank u wel. Meneer Stelpstra. Ja, dank u wel, voorzitter. Wat ons betreft complimenten aan de werkgroep. Mooi werk wat is verzet. Het is mooi dat het zo'n breed gedragen plan is geworden. De kerkomwonenden, iedereen heeft er zo'n steentje aan bij kunnen dragen. Ook wij hebben dat nog geprobeerd aan het begin van het jaar. Dus we hopen dat jullie snel aan de slag kunnen. Complimenten. Dank u wel. Meneer Breukelman. Ja, dank u wel, voorzitter. Ook vanuit de CDA complimenten aan de werkgroep voor datgene wat voor ligt. U zegt van, nou ja, als wij akkoord gaan, dan kan ook verdere uitvoeringen worden gegeven. Misschien kan nog iemand eens helpen met de schop, bijvoorbeeld. Kijk zomaar even naar mijn rechterzijde. Hele concrete vraag voor u eigenlijk. Wat vindt u van de lus die wordt aangelegd, zeg maar, voor het bussenverkeer? Wij vinden dat een prima idee. Ja, dat is goed te horen. Het heeft natuurlijk te maken met het hoofdstukje veiligheid.
De bus verdwijnt van het plein. Waardoor eigenlijk de verkeerssituatie een beetje onhoudbaar werd vanwege de drukte, de kinderen en alles wat daar gebeurt aan activiteiten. Hij rijdt dus nu inderdaad door de stationsweg naar achteren toe. En hij maakt dan de lus. En ja, wij noemen dat al met een knipoog het stationsplein. Ja. En verdwijnt hij weer uit het dorp. Ja, wat ons betreft wordt het ook zeker een stationsplein hoor. Laat het helder zijn. Maar u vindt die lus maar de beste oplossing in het kader van het verkeer? Ja. Akkoord. Ja. Dank u wel, meneer Breukman. En dank u wel, meneer Tebrinken. Ja, daarmee wil ik graag dit agenderen voor behandeling. Wie wil daar nog wat over zeggen? Meneer Breukman, Stoutstra, Kelling, mevrouw Kelder en mevrouw Luiten. Nou, begin ik bij meneer Breukman. Dank u wel, voorzitter. Nogmaals positief dat de werkgroep tot dit plan is gekomen, ook in samenwerking met de gemeente. Een gedragen plan voor de leefbaarheid in Bergentuin. En mooi ook, althans dat vonden wij ook, dat de keerlus voor de bus een onderdeel uitmaakt van dit plan. En dat wordt blijkbaar gedragen. En hiermee wordt ook alvast een punt uit ons verkiezingsprogramma uitgevoerd. De opwaardering van Bastingplein. Ik heb dat ook gelezen in het programma van de ChristenUnie. Dus dat komt mooi overheen. Twee korte vragen heb ik eigenlijk hierover. Het gaat over het hoofdstukje risico's. Daar worden twee risico's in bespreken. De ene gaat over de subsidieaanvraag bij de provincie. Die wordt als risico opgevoerd omdat er alleen ambtelijk een overeenstemming is. De vraag van, ja, kan de wethouder dat risico zeg maar even kwalificeren? En een tweede gaat over mogelijk bezwaar voor de nieuwe verkeersinrichting, zeg maar even. Zou dat even kort toe kunnen lichten? Dat was het. Dank u wel. Helder. Meneer Stelter. Ja, dank u wel, voorzitter. Als je de tweede bent, dan zijn de punten vaak al weg. Ik was ook zeer dankbaar dat ik zag dat dit punt van ons verkiezingsprogramma al was ingevuld voordat de verkiezingen waren begonnen. Nou ja, we hopen dat in de komende tijd nog vaker gaat gebeuren. Compliment heb ik net al gegeven. De leefbaarheid in Bergentheim kan hier hopelijk meerdere decennia vooruit. Het is een prachtig voorbeeld voor burgerparticipatie. We hadden eigenlijk de tweezelfde vragen als het CDA. De bestuurlijke vaststelling, wanneer gaat het plaatsvinden? En wat is het risico op het bezwaar op het verkeersbesluit? En tenslotte de vraag hoe het college de uitvoering voor zich ziet. Je ziet ook dat in sommige gebieden de werkgroep zelf de uitvoering doet, of de gemeente of een combinatie. Wat ons betreft mogen ze zo snel mogelijk beginnen. Dank u wel. Meneer Gelling. Voorzitter, dank u wel. Ook de VVD-fractie is zeer verheugd ter zake het voorstel wat voorligt. Meneer Tebrinken al zei, het is natuurlijk een toonbeeld van burgerparticipatie. En daar vindt u dan ook het verkiezingsprogramma van de VVD, voorzitter. Want het is natuurlijk een tragische constatering dat de twee grootste partijen nu al in hun eigen programma achterhaald worden in de actualiteit. Nee, dan wij, voorzitter. Wij laten iedere kern de ruimte om zelf ideeën te ontwikkelen. En wij vinden daadwerkelijk dat de politiek zich daarmee bezig moet houden. Het faciliteren, het ruimte geven voor kernen om zelf iets te vinden, om daar vervolgens mee aan te sluiten. Dan hoef je niet zo te noemen. Dan kun je er gewoon fier op zijn dat mensen zelf dingen doen. Ook blij met de toezegging van het CDA dat de stationsomgeving in Bergentheim weer nieuw leven ingeroepen gaat worden. Ook daar zijn wij een groot voorstander van. Past ook in hetzelfde plaatje, voorzitter, ruimte geven voor ondernemersactiviteiten en leefbaarheid in de kern. Maar bovenal ook, voorzitter, zou het een goede aanleiding zijn om uw wat minder goede plan, de stationsomgeving, hier voor 30 miljoen te revitaliseren in de ijskast te zetten. En dan besparen we er nog geld mee ook. Voorzitter, wat wij heel prettig vinden aan dit idee is dat het weer een samenwerking is eigenlijk tussen heel veel partijen. We hadden immers al het grootste gedeelte van het geld al in de begroting staan. Maar ook de provincie doet hier zijn bijdrage en ook de lokale ondernemers en alle betrokkenen. Wat ons betreft, nogmaals, is dit een voorbeeld van hoe we in de toekomst graag zouden willen werken. Bergentheim, ik hoorde wel gefeliciteerd dat het ook gaat gebeuren als zodanig. En de raad ook dat we tot dit soort van mooie oplossingen kunnen komen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Gelling. Mevrouw Kelder. Dank u wel, voorzitter.
Ja, wat moeten wij als Op Koerspunt nu nog doen, hè? Maar goed, we vinden het een heel knap plan. En we hebben ook een hele knappe werkgroep die dat voor elkaar heeft gemaakt. En ik hoop dat we daar hen mee kunnen feliciteren dat ze mogen beginnen. Ik heb al begrepen dat de ChristenUnie al is begonnen. Maar ik weet niet hoeveel stenen die al gelegd heeft. Ik vind het ook fijn dat het hele plan gedragen wordt door de bevolking. En we wensen jullie succes toe. Dank u wel, mevrouw Kelder. Mevrouw Luijten. Dank u wel, voorzitter. De vragen die wij hadden, die zijn al gesteld, dus dat antwoord komt ongetwijfeld. Rest mij inderdaad ook Bergentheim te feliciteren. En u bent er in dit geval meteen zeker van dat u ook echt gehoord wordt. Gefeliciteerd nogmaals voor deze gezamenlijke inspanning. Prima. Ik heb nog een paar vragen gehoord voor de wethouder. Wethouder Jans. Ja, dank u wel. Ik denk dat ik snel kan. Ik zal de breed geuite complimenten voor de werkgroep graag aan hen doorgeven. Ze hebben ook inderdaad hard en volhardend gewerkt. Fijn dat het zo kan zonder nou het echt vragen van veel extra geld. U hebt 3 ton uitgetrokken en de andere 3 ton kan of uit bestaand geld of uit subsidie van de provincie komen. Dus daarmee kunnen we verder. De risico's, ja, wij hebben in ons format staan dat je altijd risico's moet, mogelijke risico's moet invullen. En dat wordt ook braaf gedaan. En de ene keer zijn de risico's zwaarder dan de andere keer. We zullen een verkeersbesluit moeten nemen. En het kan natuurlijk zijn dat iemand daar bezwaar tegen heeft. Op gronden die wij niet ingeschat hebben, waar wij zeggen van verdraaid, nou moeten we daar iets mee. Maar ik kan ze me niet voorstellen. Maar ik kan me voorstellen dat die als een mogelijk risico, ik denk dat die redelijk theoretisch is, is neergezet. En twee, de subsidie moet nog definitief gemaakt worden. Maar aangezien die uit ons eigen jaarbudget komt, vanuit de doeluitkering, verkeer en vervoer, en niet vanuit het 50% deel, nou, dat is techniek. Een deel subsidie is 50% en een deel is 25%. Wij schatten risico's in op het 50% deel, dat ging niet lukken. We hebben dit met de provincie kort gesloten. Het zou wel heel raar zijn als daar nu nog een probleem op komt. Dus ik schat in dat het risico ook heel erg klein is. Maar goed, we hebben ze even genoemd. En bij de aanbesteding straks, dat zal wel meervoudig onderhands gaan worden. Zo doen we dat meestal. 3 op uitnodiging, 2 er nog bij. Zo heb je de 5. En dan gaan we kijken. Het is een te lastige klus om door de club zelf te laten doen. En dat is ook de afspraak met de club dat wij het wel gaan doen. Omdat het een compleet openbaar gebied is. Omdat we ook nogal het een en ander doen met duurzaamheid en met infiltratie regenwater en met bomen. En zorgen dat het water bij de bomen kan komen, zodat de bomen hier niet doodgaan. Zodat we ook de duurzaamheid er een beetje in hebben. Nou, al met al veel beter om het zo te doen, dus zo gaan we doen. Dank u wel, wethouder Jansen. Is er nog behoefte aan een tweede ronde? Niet? Dan rest mij nog de vraag, moet het een hamerstuk worden of een bespreekstuk? Wat ons betreft wordt het een hamerstuk. Dat gevoel had ik al. Dan wordt het een hamerstuk. Goed, gaan we verder met de agenda. De herziening grondexploitatie Marshanden 2 Hardenberg. Wie kan ik daarvoor het woord geven? Meneer Gelling. Meneer Gelling. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik wilde toch zo'n belangrijk onderwerp niet zomaar. Ja, je kunt nu niet zeggen, de vragen zijn nog gesteld die wij. Nee, en sterker nog, ik moet even zoeken waar ik het precies heb. In mijn niet-digitale bestand. Nee, voorzitter, nog ging op een stokje. Op zich een heel duidelijke uitwerking. Het enige wat ik eigenlijk miste was de afzet tegenover het oorspronkelijke plan. Dus misschien dat de wethouder daar nog heel kort iets van zou kunnen zeggen. En twee is, maar dat is meer denk ik voor de toekomst, is dat activeren van de infrastructuur. Wat ook hier weer gebeurt, of dat nou na de sessie die we laatst gehad hebben hier, of dat nou het gebruik gaat blijven, of dat de wethouder daar in de toekomst iets anders van gaat vinden. Maar wellicht is daar een ander gremium voor om het nog eens over te hebben.
Oké, dank u wel, meneer Gelling. Nou, dan vraag ik of wethouder Prinsen naar voren wil komen om de vragen te beantwoorden. Dan kan ik heel kort zijn. Volgens mij is de exploitatie voor Hardenberg ongeveer 7 ton voordeliger. Ja, het resultaat, dat heeft met name te maken met de rente. Wij brengen 4% rente in rekening bij onze partner. En wij hebben zelf een rentelast van 2,5%. En dan komt hij weer. Een deel van de infrastructuur die drukt niet in dat gezamenlijke overzicht wel. Maar drukt niet op de exploitatie, op de grondexploitatie van Hardenberg, maar op de algemene dienst. En dat is een bestendige lijn die we gekozen hebben. Daar kun je dus ook maar zo niet van afwijken. Dat zul je dus elke keer weer terugzien op deze wijze. Want daar is volgens mij door de raad van in 2012, als dat is 5, 6 jaar geleden inmiddels, is daar met volle bewustzijn voor gekozen. Dank u wel, wethouder Prinsen. Meneer Gelling, ja, voor zijn ene opmerking. Het is de bescheidenheid, zie je te wethouder, dat die 7 ton voordeel niet vermeldt in dit overzicht. En ik heb wel eens lullig gedaan tegen deze wethouder, maar bij deze dan complimenten voor dit mooie overzicht. De Prinsen, dank u wel. Goed. Ik denk dat ik wel kan concluderen dat dit ook een hamerstuk wordt. Geen bezwaar daartegen, dan wordt het een hamerstuk. Dan gaan we verder naar beschikbaar stellen krediet, huisvesting, WOH van 3-2. Wie wil daar wat over zeggen? Mevrouw Luiten. Tochter. Kelder. Gelling. Hof. Mevrouw Hof. Dank u wel, voorzitter. Het raadsvoorstel dat nu voorlegt gaat over het beschikbaar stellen van €495.000. En dat verraste ons een beetje. En we hebben daar dus ook de volgende vragen bij. Wij zijn daardoor verrast omdat het erop lijkt dat deze €495.000 niet bedoeld is voor fase 1, 2 of 3, waarin in november sprake van was, maar dat het additioneel is. En ik zal het maar even onder de noemer voortschrijdend inzicht valt. En we vroegen ons af of de wethouder daar wat over kan zeggen. De oriënterende ronde van 31 oktober heeft de wethouder een bedrag van ongeveer €200.000 aan mogelijke huuropbrengst genoemd als de verlaten ruimtes in het LOC worden verhuurd. En wij zijn benieuwd of daar al nieuwe huurders voor zijn gevonden. En de vraag is ook of die €200.000 dan bovenop de €100.000 bezuinigingsdoelstelling zou komen. Daar kom ik zo nog even op terug, want dat houdt natuurlijk verband met het zogenaamde inverdienmodel. In het voorliggende voorstel wordt dus gesproken over bijgestelde inzichten. En wij zijn dus ook even benieuwd wat die bijgestelde inzichten zijn. Dat inverdienmodel, daar komt een memo of een notitie over medio maart. Zo staat ook in deze stukken. Maar omdat het nu weer over toch bijna een half miljoen gaat, lijkt het ons op zich een goed idee om het complete plaatje eerst voor te hebben liggen. Alvorens wij over deze bedragen in de raad zouden gaan beslissen. Nogmaals, als dit deze half miljoen er nu bij komt, dan is onze vraag ook, wat komt er dan nog meer bij, wat aanvankelijk niet in het overzicht dat in ons in oktober en nu ook weer is toegestuurd. Dat was het voor nu. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Hof. Meneer Dogger. Dank u wel, voorzitter. Waar ik een beetje door verrast ben, is dit stuk, terwijl wij, mevrouw Hof refereert daar ook al aan, in november het besluit hebben genomen, de zienswijze hebben meegegeven aan het college om in het AB van de BOH destijds voorliggende stuk af te procederen. En dus ik had de vraag ook gesteld technisch van of dat dus inderdaad de 20e december is geweest. En dan heb ik het antwoord gekregen, ja, dat is aangehouden. En nou ja, de goede ontwikkelingen hebben zich gevolgd. Mevrouw Hof wees daar ook op. Alleen wat mij dan
bevreemd toch als raad is dat als wij destijds die zienswijze hebben gegeven of dus in elk geval de mogelijkheid hebben gebruikt, waarom wij geen terugkoppeling hebben gehad dat het anders is gelopen en dat we dus nu in feite verrast worden met dit voorstel. Een tweede vraag is, de dekking die op dit moment gevonden wordt voor het nieuwe raadsvoorstel is de resterende gelden of een deel van de resterende gelden in de voorziening onderhoud. Terwijl wij bij de kadernota 1 miljoen beschikbaar hebben gesteld en bij het voorliggende raadsvoorstel in november staat letterlijk in, is als die 4 ton eruit gaat van die 1 miljoen, dan het resterende bestemd is voor de aanvullende investering in het LOC als we daar weg zijn. Dus volgens mij gaat daar wat spanning ontstaan, maar volgens mij kun je de euro maar 1 keer uitgeven. En ik zou daar graag een antwoord op willen van het college waar dan die dekking gevonden wordt in relatie met de investeringen die ook in het LOC nog moeten plaatsvinden. Een laatste vraag in deze termijn is van dat het mij wel heel erg opvalt is dat een aantal kosten toch fors naar beneden zijn bijgeschroefd om tot die 495.000 euro te komen. En dan gaat het met name om de verhuiskosten. Er staan gewoon een aantal te verhuizen plekken in met een kostprijs daarvoor. En vervolgens het bedrag wat erachter staat is fors lager als de rekenkundige eenheid die eruit zou komen. Het gaat toch om een bedrag van een kleine 80.000 euro verschil. En ik zou toch willen vragen om daar nog eens toe te lichten. Het is misschien technisch, maar het kwam helaas wat laat op om nog te stellen voorafgaand aan deze vergadering. Dank u wel, meneer Dogger. Mevrouw Kelder. Dank u wel, voorzitter. Ja, in hetzelfde wat de heer Dogger ook al aangeeft, dat was ook onze vraag. Maar daarbij hadden we nog even op pagina 2 gelezen, actuele stand van zaken herhuisvesting. Dit sluit aan op het efficiënter gebruik van het gemeentehuis. En dat denk ik, efficiënter. Kan het nog efficiënter? Nou, misschien wel. Hebt u daar al naar gekeken? Of is daar een onderzoek naar ingesteld? Hoe kan het efficiënter gebruikt worden? Dan schrijft u ook over risico's. Het klimaat is een risico. Ik weet niet in hoever dat risico rekt. En de kosten overstijgen. Hoe kun je die beperking, vraag ik bij mezelf af. Dus ik hou daar graag even wat van de wethouder weten. Dan het inverdieneffect. Welke verwachtingen hebt u daarvan? Dank u wel, mevrouw Kel. Mevrouw Luiten. Dank u wel, voorzitter. De PvdA-fractie sluit zich aan bij de vragen van de ChristenUnie en van die eerder gesteld zijn. Wij wilden daar nog eigenlijk eentje aan toevoegen, want wij schrokken ons ook nogal een hoedje toen we zagen hoeveel er nu nog bij moet. Wij stellen eigenlijk voor om de ambtenaren daar maar gewoon in dat LOC te laten zitten. Want dan zijn we waarschijnlijk een stuk goedkoper uit en dan is het LOC ook meteen weer deels verhuurd. En in ieder geval lijkt het ons nu wat vroeg om dit soort besluiten te nemen over dit soort bedragen als we inderdaad nog niet eens de nota in maart hebben kunnen lezen, aangezien het nog geen maart is. Dus dat was... Dank u wel, mevrouw Luiten. Meneer Gelling, tot slot. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, zo tevreden als wij waren ter zake de burgerparticipatie in Bergentheim en ook het bijpassende adagium dat mensen ruimte moeten krijgen om eigen ontwikkelingen uit te kunnen voeren. Zo teleurgesteld zijn we hier. Want bij de ruimte die je daarvoor wil geven, hoort dan dat je als overheid in ieder geval heel zorgvuldig met je eigen geld omgaat. Juist om ervoor te zorgen dat er wat geld overblijft voor mensen die daar goede ideeën en invullingen voor hebben. En we hebben het dan, laten we eerlijk zijn, vaak over geld, over een paar ton. En daar wordt eindeloos over vergaderd hier. Dat is goed. We moeten kritisch zijn daarop. En veel mensen zijn erbij betrokken. Heel veel mensen die hun vrije tijd daaraan besteden en erg druk zijn. En het komt dan wat raar over als dan zo ineens tussen de regels door hier een voorstel komt voor 5 ton om wat plekken in te richten die volgens mijn beleving althans niet nieuw zijn. Als je daar even zorgvuldig mee omgaat als dat wij vragen van onze inwoners, van onze gemeente om hun eigen plannen te presenteren, dan behoort daar toch bij dat u zelf ook heel zorgvuldig bent en niet dan maar weer 4-5 ton extra gaat vragen. Het meer dat er ook een bedrag in staat van 191.000 euro voor kosten, onderzoek, voorbereiding, advies, projectbegeleiding en verhuizing. Dat zijn toch echt wel bedragen waar heel veel mensen zich op stuk kouwen en waarvan wij ook vinden dat de zorgvuldigheid daarbij niet goed in acht wordt genomen. En
De rapporteur Wezeer, ik vind dat bij dit soort van verhuisplannen, en of het nou wel of niet verstandig was geweest om in het ROC te blijven, daar hebben we het al een keer over gehad, dat vonden wij toen al. Maar het besluit is genomen om te gaan verhuizen, dan kun je nu eigenlijk niet anders dan maar weer doorgaan met de investeringen die voorliggen. Maar dat geeft toch wel een heel slecht gevoel, een verkeerd signaal. En ik vind ook echt dat u daar zoveel om moet gaan, dat ook in de eigen huishouding, juist in de eigen huishouding, er echt zorgvuldig om moet worden gegaan met het geld wat niet van u zelf is, maar wat wij vragen van de inwoners van onze gemeente. Dank u wel, meneer Gelling. Mag ik wethouder Prinsen vragen antwoorden te geven op de vragen? Voorzitter, dank u wel. Ik kan me heel goed voorstellen dat als je hier in november de raadzaal verlaat en deze portefeuillehouder vraagt om een krediet van 393.000 voor de gemeente Hardenberg. Om te voldoen aan een paar doelstellingen. De ene was een bezuiniging op het LOC van een ton voor het gemeentelijk deel. Maar er lag ook een visieverandering LOC met een herinvullingsvraag. En er lag een vraag, kunnen we dit gemeentehuis, kunnen we dit efficiënter benutten in samenhang met de locatie in Ommen? En dat dat dan 393.000 is met een bedrag van zeg maar om en bij de 4 ton voor de BOH, wat in het AB-voorstel zat. Ja, dan denk je van, nou, fase 1 is daar grotendeels wel mee, kan er grotendeels mee worden gerealiseerd. Er zaten nog 2 PM'tjes zaten erin. Dat was volgens mij iets met archief en dat was de fietsenstalling. Zat er volgens mij altijd nog in als PM. Ik kijk even naar de Partij van de Arbeid. Ooit door de Partij van de Arbeid zijn daar de nodige vragen op gesteld. Er is ook een toezegging gedaan door de portefeuillehouder dat wij terug zouden komen op de hoeveelheid te stallen fietsen hier in of rondom dit gemeentehuis. Die hebben we nu als PM, hebben we die uit de PM gehaald en daar hebben we ook een bedrag op gezet. Maar goed, er is ondertussen natuurlijk het nodige gebeurd. We hebben ergens in december, hebben we in het algemeen bestuur, hebben het gehad over deze kosten, het algemeen bestuur van de BOH, hebben het hierover gehad. Er zaten nog een paar onduidelijkheden in, zijn de bepaalde kosten wel terecht bij de BOH terechtgekomen of hadden die toch bij Hardenberg moeten zitten. Nou, daar kun je heel erg lang met elkaar over discussiëren. Maar we hebben uiteindelijk een AB gehad. En daar hebben we dat was nadat wij besloten hadden om als Hardenberg niet langer gezamenlijk met Ommen verantwoordelijk te willen zijn voor de BOH, hebben we ook de conclusie moeten trekken dat dat deel van de kosten zoals die in eind november als bij de AB terecht zijn gekomen, dat we dat deel terug moesten halen naar Hardenberg. Dus eigenlijk is dit stuk zo opgebouwd en kan een beetje verwarrend zijn in de tekst, want toen mevrouw Hoff het net nog even voorlas, dacht ik, ja, dat geeft ook niet zo heel veel duidelijkheid. Ja, dat hadden we misschien wel wat scherper kunnen formuleren. Maar u moet het zo zien, de 393.000 plus die 4 ton, hè, om en erbij, en pin me niet op de laatste euro vast, dat was het bedrag voor de investering fase 1 met nog een paar PM-posten. Ja? Nou, dan komt er voor de fietsen komt er een voorziening bij. En dat heeft te maken dat die toch sowieso meer medewerkers komen. Maar ook voor onze gasten willen we de mogelijkheid creëren dat ze een fiets binnen kunnen zetten, binnen door zo het gemeentehuis in kunnen. Ondertussen merken we ook dat er toch wel hele sterke geluiden komen om met meer wethouders te gaan werken. En dat betekent een aanpassing op de bestuursvleugel. Die hebben we nu. En dat is onafhankelijk van wel of niet BOH. Ja, sowieso hadden we, of moeten we, als daar meerdere wethouders komen, meer wethouders komen dan nu, moet daar een verbouwing plaatsvinden. Die zit daar nu op in. Dat maakt gezamenlijk een best een fors bedrag. Het zijn hier en daar hebben we nog wat kunnen, de zaak nog wat kunnen en willen aanscherpen. Maar dat is de situatie zoals die zich voordoet. Dus datgene wat we voor de gemeente al hadden begroot, het BOH-deel komt erbij, plus een paar PM-posten die zijn ingevuld nu. En het bestuurdersdeel. Kan het dan allemaal efficiënter? Jazeker. We hebben daar onderzoek naar gedaan. Toen we starten met dit nieuwe gemeentehuis hebben we een Hardenbergse wijze van werken gedefinieerd. En toen zijn we op aantal werkplaatsen gerekend naar het aantal mensen op 85% gaan zitten. Dus als iedereen tegelijk zou komen, zou 85% een stoel hebben en een bureau.
na onderzoek, maar ook na ervaring, blijkt dat dat nog wel wat scherper kan. Dan zijn we op 70% gaan zitten. Dus als we alle medewerkers die straks vanuit het LOC over zouden komen, zouden we die een plek willen geven op de wijze van die 0,85, dan zou dat veel meer extra werkplekken betekenen. Maar door die slag met die 70% te maken, betekent het dat we niet zoveel hoeven uit te breiden. Wat doen dan 20 of 30 of hoeveel mensen meer in een pand als deze? Wat doet dat dan bijvoorbeeld met het klimaat? Wat doet dat met het geluid? Daar hebben we toch wel ingewikkelde onderzoeken naar moeten laten verrichten. En niet alleen dat, maar dat bepaalt wel voor een deel de omvang van die kosten. En ik ben het met u eens, ik schrik er ook elke keer weer van hoe kostbaar dat soort onderzoeken zijn. Voorzitter. Daar heb ik wel even een vraag over, want ik weet dat dat kostbaar is en op zich begrijp ik dat. Alleen ik zie het ook weer bijvoorbeeld bij de risico's terugkomen. Dus dan komt ook weer de vraag over, bij mij op in ieder geval, gaat dat straks onder een nieuw bedrag vallen? Ook weer onder het kopje voortschrijdend inzicht of nader onderzoek of wat dan ook. En het gevoel is dat het ook lastig te verdedigen is. Hè? Ik persoonlijk krijg vragen erover van, joh, Het gemeentehuis is nog bijna nieuw. Hoe kun je voor zoveel geld aan een bijna nieuw gebouw moeten verspijkeren? En dus het is ook voor de beeldvorming naar buiten is het gewoon, ja, naar. Helemaal mee eens. Maar als u weet dat we een deel van de activiteiten die vanuit het LOC naar hier komen heeft te maken ook met het inkomensdeel. Ja? En je hoeft maar om de hoek te kijken. Dan denk je van, nou, je maakt er een balie bij en een paar gespreksruimtes. Maar als je kijkt wat dat betekent voor klimaatbeheersing, als je kijkt wat dat betekent voor ICT en bekabeling en dat soort dingen, dat zijn nogal mega operaties. En ik vind het ook verrekt lastig uit te leggen. Maar ik kijk ook even terug en zeg, we werken nu 5 jaar in dit gebouw. En je hebt jaren nodig om klimaat en dergelijke heel goed op orde te krijgen. Maar we hebben de afgelopen jaren ook geen grote investeringen gedaan in missers die er vanuit de bouw zijn ontstaan. Ja, en als ik hem dan nu ook eventjes naar de bedrijfsvoering kijk, naar de business case. Ja, en u vraagt naar een terugverdientijd. Je moet ook altijd even kijken naar de exploitatie. Maar een deel daarvan wordt opgelost doordat we geld opzij zetten vanuit de voorziening. Waarmee we jaarlijks de kapitaallast afdekken. Maar als ik alleen even heel bazaal de cijfers vergelijk, ga ervan uit dat we ongeveer 260.000 euro betalen aan het LOC jaarlijks voor die ruim 1100 vierkante meter. Dat betalen we dus straks niet meer. Dus als je dat, dan neem ik alle kosten, maar die 880.000, ook dat deel wat niks met de inhuizing LOC te maken heeft, denk aan de bestuursvleugel, denk voor een deel ook aan de fietsstal, maar laat ik alles meenemen, dan zit je op 3,5 jaar dat je terugverdiend hebt. Maar dan ga je ervan uit dat alle ruimte die vrijkomt uit het LOC ook weer verhuurd wordt en niet op de rekening van de gemeente komt. Ja? Maar, daar kan ik weer een nuance maken, er is een afspraak met onze partijen die samen met onze eigenaar zijn van het LOC. Daar waar we in het verleden een verhouding hadden van 54, 36, 10, gemeente, Alfa, Groene Welle, die zat in de financiering. En die zat dus ook in de dividend in die verhouding. Hebben we nu ook een afspraak liggen dat de exploitatie van het LOC, waar vroeger de gemeente aan de lat ging voor zijn eigen vierkante meters, hebben we nu afgesproken met elkaar, en dat wordt nu verder uitgewerkt, dat ook de leegstand, exploitatietekort zeg maar in zijn totaliteit, dat ook niet meer alleen voor rekening van de gemeente komt voor dat gemeentelijk deel, maar dat het ook volgens de verhouding 54 en 36, 10. zal worden verrekend. Stel nu dat je 500 meter niet verhuurt de komende tijd, wat ongeveer 130.000 betekent dat voor de gemeente zo'n 65.000 tot 70.000 en de rest wordt door de andere partijen die in het LOC participeren wordt dat tekort afgedicht. Dus kortom, die grote investering komt tot stand doordat we zeg maar het besluit hebben genomen met om zoals we hem hebben genomen. We hebben een de PM-posten nu op een bedrag kunnen zetten. We nemen even een voorschot op de bestuursvleugel, dat goed wordt aangepast. Want stel nu dat u straks met 5 wethouders komt, dan is het natuurlijk een beetje vervelend dat je dan gemiddeld maar 3 dagen op je werk mag komen. Ja, als wethouder lijkt me een beetje, maar goed, daar ga ik niet over. Straks al helemaal niet meer. Maar daar hebben we eventjes op willen anticiperen. Dus
Daarmee verklaar ik het bedrag. En als je het hebt over een plat vergelijken van de terugverdientijd, dan zeg je is dat 3,4 jaar. Nou, maar dan ga je ervan uit dat vanaf het moment dat het afspeelt, dat het ook gevuld is. Er is liefhebberij, er zijn ook contacten, maar de contracten laten eerst op zich wachten tot we ook weten van hoe gaat straks de business case LOC met vierkante meterprijzen eruit zien. Dat even, voorzitter, voor wat betreft de vragen die ik wel ongeveer... Mag ik daar een aanvullende vraag stellen? Meneer Gelling. Want daar zit dan toch echt wel weer verbazingwekkend veel mitsen en maren in. Hè? Want u, de uitgavenkant die gaat goed, hè? Want u weet dat er 7 ton uitgegeven wordt hier in dit huis. Ik zit even te rekenen net, hè? Want u betaalt 260.000 euro huur voor 1100 vierkante meter. Dat is 240 euro de meter. Dat zijn echt waanzinnige bedragen. Dus ik vrees dat in dat hele traject wat u nu schetst, van wat u wel gaat besparen hier en daar, en dat u niet meer aan de lat hangt voor een groter percentage dan u nu deed, dat we er nog lang niet mee zijn. En dan kom ik toch terug, hè? Want het gaat heel gemakkelijk. Hè? Van, we betalen 260.000 en we gaan 70%. Maar dan komt natuurlijk wel weer de vraag van hoeveel mensen gaat het om, wat mag dat kosten? Maar met name vind ik dan, als we dit soort bedragen horen, weer teruggekoppeld naar wat we hier doen, is zorgvuldigheid vragen van iedereen die hier in deze ruimte iets komt vragen, iets graag wil, naar eindeloos veel eigen tijd in besteed. En dan worden dit soort van dingen er even doorheen gefietst van, weet je, het is zo, en als je A zegt, moet je B zeggen. Ik vind dat echt wel ernstiger dan u dat doet voorkomen. Ik vind de bedragen enorm hoog. U bent nog lang niet met de contractanten uit, wat u zelf zegt, met de LOC. Dus ook daar zit nog een risico in, wat hier niet in zit. Maar wel alvast meegenomen wordt in de besluitvorming. Kortom, de uitgavenkant, dat gaat goed. Hè? Dat lukt allemaal wel. Maar voor de inkomsten hebt u absoluut geen dekking. En ik vind dat onzorgvuldig naar iedereen die wij hier normaal gesproken vragen om eigen bijdrage, sluitende begrotingen en heel veel eigen inzet. Mag ik daar een kleine aanvulling op doen, voorzitter? Ten meer omdat fase 3, die komt er ook nog aan. En die zal vast ook niet gratis zijn. Ik sluit me daarbij graag aan bij wat meneer... Even, ik kom zo op de heer Gelling terug, voorzitter. Eventjes... in mijn verhaal, fase 1 is een fase voor Hardenberg. Fase 2, dat was de fase Ommen. En fase 3 was, laten we nog één keer op elkaar afstemmen of we wel de ideale formatiespreiding over de beide locaties hebben. Is niet meer aan de orde. Vanwege dat we stoppen met de bestuursdienst Ommen Hardenberg, is fase 1 is een Hardenbergse verhaal, fase 2 is een Ommens verhaal en fase 3 is niet aan de orde. Maar voorzitter, want... Ik heb even de vergadering teruggekeken van oktober. En daarin heb ik volgens mij duidelijk gehoord dat fase 3 bestaat uit nog een optimalisatie. Waar die dan ook uit zal bestaan. Dat kan natuurlijk ook een optimalisatie bijvoorbeeld in klimaatbeheersing. Maar of bedoelt u daar geen fysieke optimalisatie mee? Nee, daar bedoel ik geen fysiek iets mee. We hebben nu zeg maar een verdeling van 350, 150 en wat op gemeentewerven. Nou, daar zouden we nog eens naar willen kijken. Van moet dat 370, 130 zijn? Zit dat met de domeinen goed? Met de verdeling enzovoort. Dat is puur mensen van de ene naar de andere locatie. Ja, zo was fase 3 bedoeld. En niet een optimalisatie in het klimaat. Want ja, kijk, u hoort mij niet zeggen dat als we straks alle ingrepen hebben gedaan zoals we ze hebben gedaan, dat het allemaal een 10 is. Ik weet dat ook niet. Wij zijn ook afhankelijk van de onderzoeken en de gegevens die daaruit komen. Maar ik wil toch even terug, voorzitter, naar het verhaal van... Mag ik daar misschien een aanvullende vraag over stellen? Meneer Dogger. Ik neem ook aan dat de vraag van de ChristenUnie ook ingegeven is op de bijlage die we bij het raadsvoorstel hebben, waar nog een extra kolom staat, namelijk de kolom optimalisatie gemeente Hardenberg. En daar staan geen bedragen achter die je als kattenpis kunt benoemen. En blijkbaar wordt je dan toch de indruk gewekt, ten onrechte of niet, maar daarom, dat is mijn vraag ook aan de wethouder, van hoe moeten wij dan die kolom optimalisatie lezen in het kader van wat zit er nog aan te komen, of niet? Wat ons betreft, wat het college betreft, ja, ik kijk ook even wat het college betreft, hè, we hebben daar vanochtend nog uitputtend over gehad, is fase 1 een Hardenbergse fase, fase 2, dat is Ommen, daar gaan wij niet over, en fase 3 bestaat niet meer. Precies. Hetzelfde ligt nu voor bij het DB, maar dat is dus niet, meer een Hardenbergse zaak. Ja? Dus die optimalisatie Hardenberg, die kolom die in de bijlage bij het raadsvoorstel zit, die moeten wij dus maar wegstrepen. Die is niet aan de orde. Nu niet en op korte termijn of langere termijn niet. Ik kan niet 10 jaar vooruitkijken. Maar als ik de raadsperiode vooruit. De totale actie die we in hebben gezet om de huisvesting optimaal te regelen voor de BOH, daarin had fase 3
En de doelstelling van fase 3 was zoals ik hem zo pas heb bedoeld. Ja? Maar voorzitter, over de beide gemeenten is een optimale verdeling uiteindelijk van. Mevrouw, voorzitter, even dat ik het goed begrijp. Ja. Naar de raad gestuurd. Nee, mevrouw Hof was eerst. Even dat ik het goed begrijp. We hebben in november gezegd 414.000 euro. Dat was fase 1. Of 393, maar volgens mij was het raadsvoorstel 414.000 euro. Dat was fase 1. U zegt fase 2 is niet meer aan de orde, want dat betrof BOH. En fase 3... Nee, fase 2 betrof Ommen. Sorry, fase Ommen, 1 dat was... bedoel ik ook. Fase 2 betrof Ommen en fase 3 is niet langer aan de orde. Althans, dat is niet dat bedrag wat wij onder de kolom fase 3 hebben gezien. Dus dat zou betekenen dat we met die 414 uit november en die 495 van nu, dat het is. Ja, samen 888.000 na wat optimalisaties. Dat is het bedrag wat wij kijken. En er zullen altijd wat hele kleine aanpassingen, maar dat gaat gewoon uit de reguliere begroting. Dat zijn geen bedragen verhuizingen die je intern hebt. Ja, die moeten uit de reguliere begroting. Maar dit is van een dusdanige omvang dat toch echt deze middelen voor nodig zijn. En eventjes terug naar die 240 euro de vierkante meter in het LOC. Dat is de huur plus alle servicelasten die erbij zitten. Dat gaat van koffie tot energie, schoonmaak, gebouwbewaking, groen. Alle kosten zitten in die 230 of 240 euro de vierkante meter. De kale huur zit denk ik op 130 om en erbij. En de servicelasten, die komen daar dan bovenop. Zo moet je dat zien. Ja? Dus even weer, wat is zeker? Die investeringskosten die zijn redelijk hard. Het terugverdienen, als het meteen verhuurd is, dan zit het op 3,5 jaar. Als dat langer duurt, krijgen wij 50% van de leegstand van het gemeentelijk deel. Krijgen wij voor onze kiezen. Maar als ik nu kijk wat de feitelijke leegstand is op het moment van aanvang, dan is dat niet die 1100 vierkante meter, want er zijn, alleen je moet even een korte periode overbruggen om het gebouw op orde te maken. Ja, zal dat aan het begin zal dat even nog op dat aantal vierkante meter zitten, maar er is voldoende animo, een hele serieuze animo, dat schudden we niet zo even uit de mouw, maar er is voldoende animo om het goed bezet te krijgen. Je hoort me niet zeggen die volle 1100 meter, dat weet ik op dit moment niet. Ja, en er zat nog één puntje, zat er tussen de financiering van dit. Dank u wel, voorzitter. Ik kreeg bijna de indruk dat de wethouder ook maar eens een nachtje door wou gaan, omdat het de laatste raad is. Ik heb toch nog wel een paar vragen. Ik begrijp dat het allemaal onze schuld is dat we een hele dure fietsenstalling van 2 ton nodig hebben. Ten eerste wisten wij niet dat we het daarover dachten. We zetten een paar rekken neer en een verlengsnoertje met de stekker voor de elektrische fietsen. Als het zo duur moet zijn, dan denk ik dat wij ons daar nog eens een keer over op het hoofd krabben. Maar een belangrijk deel van die 180.000 euro heeft ook te maken met wat u zegt. Misschien moeten er wel meer wethouders komen. Het lijkt mij eerlijk gezegd verstandig om daar eerst de verkiezingen maar eens even voor af te wachten. En eventueel de collegevorming, want misschien is dat wel helemaal niet zo. Dan kunnen we toch al een behoorlijk deel van dat bedrag besparen. Wat ik ook al zei, die doorrekening van die inverdieneffecten weten we tegen die tijd ook. Ik vind het wel een beetje onhandig om een stuk te krijgen vorige week in de raad, waar nog optimalisatie en allerlei fases in staan die helemaal niet meer aan de orde zijn. Dat was dan misschien wel handig geweest om dat er even bij te vermelden. Vooral omdat ik u hier net hoor zeggen, pin me niet op een paar euro vast. We dachten de vorige keer dat we dat hadden gedaan. En dat kost ons dan, als het aan u ligt, nog eens een keer 495.000 euro extra. Ja. Dus als u nu zegt, ik weet het niet helemaal, dan word ik daar wel een beetje zenuwachtig van. Ja, maar u kan er ook voor kiezen om te zeggen van, wij stoppen de kosten toch nog gewoon lekker in de BOH. En dat kun je proberen, hè? Want u doet nu net alsof ik die paar euro, die 495.000 euro zo even bedacht heb. Maar we hebben hier met z'n allen een besluit genomen dat we zeggen, wij willen niet gezamenlijk meer met Ommen verantwoordelijk zijn voor een bestuursdienst Ommen Hardenberg. Ja, en er komen kosten aan. Ja, en moeten we dan nu die kosten nog in de bestuursdienst Ommen Hardenberg stoppen? Want het is ook een klein beetje lood om oud ijzer. Want dan stoppen we ze in de bestuursdienst Ommen Hardenberg. Dan gaat de kosten daarvan de algemene reserve, waar wij voor 75% eigenaar van zijn. Dus daar komen straks als goed is ook weer middelen onze kant op, waar wij zeggenschap over hebben. Dus ja, je kunt hem heel ingewikkeld maken als je wil. En ik vraag slechts één ding, dat is A, de kosten die wij aan de BOH hebben toegerekend in het eerdere plan, dat halen we naar de gemeente toe,
om redenen zoals ik dat heb aangegeven. We hadden een paar PM-postjes. Die heeft u de vorige keer gezien. Ja, en dat gaat dan over 60.000 voor de fietsenstalling en iets met archief. En we hebben daaraan toegevoegd nu van laten we ook de bestuursvleugel, laten we die ook meteen meenemen. Dat vraag ik aan u. En meer vragen... Ik zie allerlei vingers en zo. Ja. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb een vraagje aan u, wethouder. Stel nou, gezien de beraadslaging hier is toch wel wat weerstand en het zou raar zijn als het een hamerstuk wordt. Wat als we het niet geven, wat gebeurt er dan? Als u die 495.000 euro niet geeft, dan kan op 27 maart het LOC niet leeggehaald worden, want mensen komen op 27 maart hier naartoe. We hebben recht volgens mij als je hier komt te werken op een bureau. Het zijn flexplekken, dus moet het nog verstelbaar zijn, want vandaag zit Jantje eraan en misschien morgen Pietje wel. Dat zijn allemaal uitgangspunten die we gekozen hebben, dat is één. Ja, daar gaat het grootste gedeelte van het bedrag toe. En als u zegt, wij willen die fietsenstalling voor 60.000 niet, dan komt die er niet. Als u zegt van nou, de wethouders moeten maar bij elkaar op schoot gaan zitten. Prima, bespaart 90.000 of 95.000. Even heel de globaal doorheen. Maar als u nu besluit van ja, we gaan verder met die 393.000. Dan wordt wat u daar ziet waarschijnlijk afgebouwd. En dan hebben wij gewoon het LOC veel langer te huren. En dan kunnen we de afspraken met potentiële huurders daar niet nakomen. Ja, veel ingewikkelder kan het maken. Ik vraag dat u de zaak omdraait, hè? Want u doet nu net voorkomen alsof wij, als wij dat niet faciliteren, dat u dan in het ROC die enorme besparing niet gaat halen. Maar de handvraag blijft natuurlijk, ik zeg elke keer, pimmen er niet een vast PM'tje is 60.000 euro. Voorzitter, ja. Ik kan mij toch werkelijk niet voorstellen dat wat ik hier zie, wat u hier doet, hè, daar staat wat in de hal, en dat u het niet voor elkaar kan krijgen, terwijl u nog 191.000 euro uitgeeft aan mensen die u begeleiden bij dit project. Dat die mensen daar niet voor elkaar krijgen om de verhuiskosten en een paar flexibele werkplekken, zoals u zelf zegt, voor. En er zitten nu op 888, hè? Ik denk, nou, er zitten nog een paar PM'tjes in. Dus u gaat een miljoen echt wel aantikken. En u staat daarbij zo van, ja, weet je, soms dan kosten dingen wat het leven en daar kan je allemaal niet voor zien. Maar voorzitter, ik wil toch even op reageren, want dit vind ik niet terecht, voorzitter. Doet, ik wil er één punt van maken, want u heeft hier, als voorstel heeft u gehad vanuit het AB, daar kon u een zienswijze op indienen, daar stonden exact dezelfde bedragen in. U heeft geen enkele zienswijze ingediend. Dat ging dus ook over 393.000 en 4 ton voor de bestuursdienst om en Hardenberg. Daarvan heeft u niks gevonden. Daar stonden de bedragen in alle omvang, zoals u ze nu ziet. Alleen er stonden een paar PM-posten bij, omdat dat nog oude toezeggingen waren uit het verleden en wij nog niet wisten wat dat aan kosten met zich meebracht. Maar voorzitter, dit maakt het alleen maar erger in mijn beleving, want in deze raadzaal is werkelijk niemand op de hoogte geweest van uw 888.000 euro. Ja, zeker wel. Die u kennelijk... Nee, ik hoor niemand hier daar een adhesie op geven. Iedereen, hoor ik zeggen, is verrast, geschokt en verbaasd. Dus kennelijk heeft u hier een voorstel neergelegd waarvoor u het nog wel duidelijk was dat met een paar PM'tjes 1 miljoen euro ging kosten. Maar er was verder in ieder geval niemand hier, althans laat ik dat nou zeggen, ik kan redelijk de financiën lezen, maar niemand heeft gezien dat uw transactie 1 miljoen aan kosten ging opleveren. Ik heb het als niemand gehoord die zei, ja, dat was bekend, het is fase 1, 2 of 3 en het wordt iets anders. Voorzitter, als dat wel zo is, als u zegt, nou, ik heb dat zo, dus ik begrijp de verbazing volstrekt niet, want alle bedragen die hier staan heb ik al eerder gepresenteerd, nou dan... Vraag ik mij af of daar de presentatie goed was. Nee, maar voorzitter, als ik daarop mag reageren, want er wordt ons iets in de mond gelegd. Nee, mevrouw Hof is aan de beurt. Ja, voorzitter, ik wil mij niet mengen in de discussie over vierkante meterprijzen of een adviseur bepaalde kosten niet kan drukken of dat soort dingen. Waar het mij om gaat is, we hebben 414 ter beschikking gesteld in november voor fase 1. Daar waren we allemaal bij, dat is gebeurd, dat is klaar. Deze 495, dat is onder het kopje voortschrijdend inzicht, dat is een verrassing. Nou ja, voor mij was dat een verrassing, laat ik het dan zo zeggen. En dat geldt voor meerdere mensen, die 495. Dat kan aan ons liggen, maar het is tamelijk raadsbreed, dus misschien ligt dat ook aan wat anders. En die derde kolom, optimalisatie gemeente Hardenberg, waar de wethouder nu van zegt, ja, die is dus niet aan de orde, dat is fijn. Maar dat is een substantieel bedrag. En dat was natuurlijk ook waar ik in ieder geval met onze fractie in de voorbereiding van hebben gezegd, nou, als we dat combineren met het feit dat we nog geen informatie hebben gekregen over het inverdienmodel dat voor medio maart op de rol staat om naar ons toe te komen, dan vind ik dit dus een hele lastige.
Voorzitter, ik wil toch nog even het verhaal schetsen. Hè? Ja. U heeft eind november 393.000 euro, zeg maar even 4 ton, beschikbaar gesteld als Hardenbergs deel, omdat Hardenberg verantwoordelijk is aan alles wat hier in het gemeentehuis gebeurt, aan wanden, zeg maar wand en nagelvast, de verbouwing. Daarnaast heeft u een AB-stuk gehad waar u een zienswijze op in mocht dienen, waarin stond wat de BOH, de bestuursdienst om een Hardenberg, moest bijdragen aan datgene wat hier ging veranderen. En dat was een bedrag, zeg maar 4,5 ton om en nabij. Ja? En er stonden nog een paar PM-posten. Als ik het bedrag van die 393, zeg maar even 4 ton, samen neem met het bedrag van die 450.000 BOH, was dat samen zeg maar even 8,5 ton. Alleen van dat bedrag van die 4,5 ton betaalde, als je het nog weer wil verdelen, betaalde Hardenberg 75% en om een 25%. Vanwege het ontvlechten van die BOH komen die kosten nu naar Hardenberg. Maar er is nooit door u ook maar enige opmerking gemaakt dat die 4,5 ton aan inrichting, aan aanpassingen, IT en al dat soort dingen, zo'n opmerking heeft u niet gemaakt. U heeft geen enkele zienswijze ingediend. Mag ik er dan vanuit gaan dat ik bij u kom en zeg, er is tussendoor iets veranderd. Het is niet meer de BOH, maar het is Hardenberg die die kosten moet dragen. En dan kom je op, zeg maar even, 8,5 ton. Ja? Daarnaast hebben we hebben nog wat optimalisaties, want dat is ook voortschrijdend in zich, dat dingen toch goedkoper kunnen. We hebben gezegd, en er zijn nog een paar PM-posten, die hebben we daarin meegenomen en het totaalbedrag wordt daarmee 888.000. Als u zegt, ik wil die fietsenstalling niet, die collegekamers hoeven ook niet te worden aangepast, dan kan u een bedrag van ongeveer 150.000 eruit halen. Dan hebben we zeg maar 730, 740 nodig. En dat zijn allemaal bedragen, inclusief waar we het aan uitgeven, waar u gewoon kennis van had. U moet mij nu niet verwijten dat ik als een goochelaar hier gewoon wat bedragen naar binnen gooi. Het is allemaal gebaseerd op besluiten die u eigenlijk al genomen hebt. Alleen u had ze in de vorige periode iets anders geadresseerd. Meneer, dat is het enige verschil. Voorzitter, als reactie ook op een aantal boutenstellingen van de heer Gelling. Wij hebben in november kennis kunnen nemen van een grote investering. Een voornemen daartoe waar wij een zienswijze konden indienen, waarvan een deel ten laste van Hardenberg komt, namelijk de investering in het gebouw zelf. De investering in de inrichting, laat ik het zomaar even noemen, dat was voorbehouden aan de BOH. Dat stond ook nadrukkelijk in het raadsvoorstel. En de gewijzigde omstandigheden, hoe het dan omschreven is, laat dat even in het midden. Maar die kosten die waren toen inzichtelijk en die staan nu opnieuw in het voorstel, in het nieuwe voorstel, waarbij er in de hoogte niets is veranderd. Alleen degene die het gaat dragen, wel, dat wordt nu de gemeente Hardenberg. Dus in die zin is een groot deel van die 495.000 euro is geen verrassing. De verrassing is misschien wel dat wij het nu afzonderlijk moeten gaan betalen, maar goed, daar weten we allemaal de oorzaak van. Wat nieuw in dit voorstel is, dat is wat de wethouder ook zegt, dat zijn de PM-posten. En dan kun je inderdaad afvragen of het om die orde van grootte gaat. Alleen, volgens mij is het ook een goed gebruik in dit huis, dat als het college met een voorstel komt voor een welke investering dan ook, dat wij in principe de investering op de noodzaak beoordelen en de uitvoering en daarmee op de hoogte van de kosten, dat wij niet om die laatste euro gaan praten. Als we hem niet willen, zullen we dat aan moeten geven. Maar in die zin is dit raadsvoorstel voor een groot deel op bekende gegevens gestoeld. Ja, voorzitter, dat zei net de wethouder ook al. Maar dank dat meneer Dogge. En daarmee nog onderschrijf ik dus uw zienswijze niet dat wij de cijfers niet kenden. Dat meneer Dogge dan nu toch nog even mij dan kan opfrissen met de bedragen die hij net kwalificeerde als zijnde geen kattenpis. Want die had hij dan kennelijk gemist in de vorige overzichten. Maar frist u mij herinnering nog even op dan wat dat voor bedragen waren? De bedragen waar het nu aanvullend om gaat, dat heeft de wethouder ook aangegeven, dat is het archief LOC, dat is de rijwielstalling en dat is de bestuursvleugel die aangepast wordt. Dat is aanvullend in het voorstel gekomen en voor de rest niks meer en niks minder volgens mij. Als u de cijfers leest, kunt u dat ook zien. Dus dat waren de puntjes die uw verbazing in het begin hadden toen we begonnen met deze discussie. Ja, duidelijk. Goed. Ja, er ligt nog een punt. Ja, we werken ze nu allemaal maar af. Ja. Goed, nogmaals, 880.000 euro is gewoon hartstikke veel geld. Maar het is niet nieuw, dat wil ik dan even zeggen. Het gaat om 80 medewerkers.
Ja? En niet alles is ook voor die nieuwe werkplekken natuurlijk bestemd. Maar goed, dat hoef ik u verder allemaal niet te vertellen. Er was nog een vraag. In hoeverre kun je dit ten laste brengen van de voorziening onderhoud? Die voorziening die hebben wij achter de hand gehouden voor de, wat wij noemden adaptief onderhoud. Ja? Kortom, verandering met huurders of dit soort inhuizingszaken. Dat bedrag, we hebben, zullen ook nog een bedrag nodig hebben voor het LOC straks een keer, om daar de aanpassing te doen. De grootte van het bedrag kennen we niet. Maar zoals we ook zelf hebben aangegeven, vinden wij op dit moment niet dat we iets ten laste van een nog niet bekend rekeningresultaat kunnen schrijven. En wij hebben ervoor gekozen om vooralsnog die voorziening daarvoor te gebruiken. Blijft er nog een ton, 120.000 of zoiets, blijft er nog over in die voorziening. En op het moment dat helder is wat er in het LOC moet gebeuren en in welke omvang en voor welk deel dat voor rekening van Hardenberg komt, dan zal het college bij u terugkomen. Dat is even wat er feitelijk speelt, maar om onze discipline die we hebben, en ik zie nu sommige mensen een beetje kijken, maar de discipline die we hebben om niet te anticiperen op mogelijk rekeningresultaat, dat hebben we de vorige keer ook afgesproken dat we dat niet zouden doen, hebben wij gemeend om ten laste van die voorziening te brengen, vooralsnog. Voorzitter, ik hoor de wethouder nu zeggen dat hij ervan uitgaat dat daarmee het resterende bedrag in de voorziening onvoldoende is voor wat we in feite hadden bestemd, namelijk de aanpassing in het LOC. Dan had het college gesierd, evenals ook, zoals de wethouder aangaf, de formulering ten aanzien van de oorzaak van dit raadsvoorstel, laat ik het zomaar even noemen, dat had ook beter gekund. Dan had het college ook gesierd dat ze had aangegeven dat wij met nu het ter beschikking stellen van de middelen uit de onderhoudsvoorziening wel rekening moesten houden dat op termijn voor de investering in het LOC dat weer aangevuld had moeten worden. Dat was, denk ik, voor de besluitvorming goed geweest dat in het raadsvoorstel had gestaan. Voorzitter, mag ik daar een kleine aanvulling voor? Meneer Gelling. Want daar ben ik het wel mee eens. Dan wordt de zaak in ieder geval wat duidelijker. Maar nog even terug naar de investering in het LOC. Want u zei net dat die 1100 vierkante meter waar we het net over hadden al voor het grootste gedeelte was verhuurd. Betreft nou deze investering die nog wat anders geformuleerd had kunnen worden, die 1100 meter, of hebben we het over een aanvullende investering? Het betreft het gemeentelijk deel. Maar die had u al verhuurd, begreep ik net. Ja, maar er zitten wel wensen bij van hoe die ruimte er dan uit moet zien. Tussenwandje erin, tussenwandje eruit en dat soort dingen. Ik kwam wat huiverig tussen tussenwandje, tussenwandje eruit. Ja, omdat ik het niet, op dit moment weten wij dat niet. Omdat ik op dit moment zijn ze bezig om die inrichtingsschetsen te maken. En die ken ik op dit moment niet. Dus ik ken ook niet de getallen die er onder hangen. Maar zo gauw die heb, dan komen we ermee. Maar ik wil hem toch nog even terugpakken. Ik stel voor, voorzitter, dat we even proberen om datgene wat er vanavond onduidelijk was, dat ik dat nog even in een notitie laat zetten. Hoe is het ook weer begonnen? Welke bedragen heeft u akkoord voorgegeven vanuit uw functie als toezichthouder, zou ik bijna zeggen, op het AB? Oftewel, dat u daar zienswijze mag indienen. Dat zal ik er nog even bij aangeven. Voorzitter, ik zal precies formuleren wat er aan nieuwe dingen zijn bijgekomen. En ik zal proberen aan te geven of er al zicht is op hoeveel vierkante meters in zeer waarschijnlijk verhuurd zijn in een nieuwe LOC. Zodat u daar een beetje een beter beeld bij krijgt. Voorzitter, als dat is om mijn vragen te beantwoorden, hoeft dat niet. Want ik kijk gewoon even naar wat meneer Dogge net allemaal gezegd heeft. Die heeft daar een duidelijk college over gegeven. Dus dat deel wat al bekend was en ik kennelijk als enige gemist heb, hoeft u niet meer uit te werken. Nee, wat ik wel graag wil zien is wat u voornemens bent te gaan investeren met de wandjes in het LOC voor de aankomende huurder. En wat dat doet voor de huurprijs ter besparing van de uiteindelijke kosten. Dat zou ik wel graag willen zien. Ja, dat moeten we dan wel op tijd weten. Vandaar dat we ook gezegd hebben, we komen in het voorjaar komen met een notitie waarin de terugverdientermijnen staan. Omdat dat daar van onderdeel van uitmaakt. Mevrouw Hof. Nou, even. Meneer Gelling zegt dat hij geen behoefte meer heeft aan zo'n overzicht. Ik heb dat persoonlijk wel, dus graag. En dan graag ook zonder die derde kolom die weg had gekund. Dat zou in ieder geval voor ons de duidelijkheid vergroten. Wel graag zo'n overzicht. Voorzitter, mag ik... Doen we graag. Mevrouw Van Hoek. Nou ben ik na deze hele lange discussie dan toch heel erg benieuwd geworden dat de toezegging van de wethouder enzovoort toch iets gaat maken de volgende keer tot een besluitvorming komen of dat we deze collegehoorzitting opnieuw gaan doen. Antwoord misschien op mevrouw Van Hoek. Wat ons betreft mag het we zien met vertrouwen de notitie tegemoet, mag het een hamerstuk worden? Of was dat de vraag niet?
Ik wil een klein slagje om de arm houden. Ik wil wel graag eerst even dat overzicht zien, als u het niet erg vindt. Dat is duidelijk. Goed, er wordt dan een bespreekstuk. Is er nog behoefte aan een tweede termijn? Nee? Ja. Oh, meneer Stolstra, kijk. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoorde net een mooie discussie over een AB-voorstel waarop wij een zienswijze konden indienen. En ik was even benieuwd wat het advies was van het college over het indienen van een zienswijze. Wethouder Prins. Gelukkig zit de heer Stelstra, voorzitter, hier al wat langer in deze raad. Want elke keer geven wij het advies om geen zienswijze in te dienen. Maar ik ken deze raad al langer, daar laat u zich niet door leiden. Goed. Daarmee denk ik dat deze over 2 weken weer op de agenda staat. Dan hebben we nu de rondvraag. Wie heeft er nog wat voor de rondvraag? Niemand? Nou, dan sluit ik de vergadering en wens u allemaal wel thuis.